Kwam er kwam toch weer een vraag vanuit, uh, vanuit van wil je toch terugkomen? Dan wil ik wel mede-eigenaar worden. Je zegt hier heb je de sleutel, hier heb je mijn bankboekje. Ik ga er even een half jaar tussenuit. Want toen hij terugkwam, dan ja, ja dat ging niet goed. <laughs> ik wilde wel groeien. Of ik ga verder of hij gaat verder. Tien jaar later heb jij die omzet gebracht naar 12 miljoen euro. Kinderen het willen overnemen, dan moet het echt van hunzelf uitkomen. Lampen voor kippen. Ik weet niet of het best in de luxe industrie is dus om voor te werken. Ik was best bang voor kippen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen. En ik ga het gewoon tegen mijn ouders vertellen dat ik het bedrijf wil overnemen. Extra drive om het bedrijf verder uit te bouwen omdat Max interesse had. Die gaan allemaal denken, ah oh, daar komt het zoontje van de baas. Ja, je moet wel gewoon aan de bak. Ah oh shit, hier heb ik helemaal geen zin om. Ik wil meer impact maken op deze organisatie. Ja, ik wil de organisatie helpen groeien. Max wil gewoon altijd winnen. Wekelijks! Rechtstreeks vanuit onze studio, de Leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Dit is de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put. Hey, uh, meneer van der Put. Mandy. We zijn er weer. Ja. Lief schat, Johan. We zijn er weer en we hebben vanavond. Wat wou je zeggen? Nee, niks. Oh, Oké, okay. we hebben vanavond, of vandaag, vandaag in deze podcast twee. twee... Wel hele bijzondere gasten. Oh ja, vertel eens. Uh, nou ja, ze komen uit de buurt. Inderdaad. Ja, nou nee, ik dacht, ze komen uit de buurt. Eén van de twee. Die uh, woont zo'n beetje om de hoek hier bij de studio. En het bedrijf ook, waar we het vandaag over gaan hebben. Ja, ja? ja maar ja, eentje heeft besloten om Limburg te verlaten. <laughs> uh, dus ja, dus eigen schuld moest hij toch toch nog een stuk uh, rijden naar de studio. <laughs> en iedere dag naar het bedrijf dan. Klopt. Ja. Ja. ja, wij hebben vandaag uh, zowel iemand die al jarenlang aangesloten zit in mentorship lidmaatschap, mm -hmm. als iemand die al, hoe lang? Gaan nu beginnen met twee tweede jaar? Tweede jaar, dus goed jaar aangesloten zit maar in leadership idee, het lidmaatschap. Al. Nee, nee, nee ik, moet zeggen, ik heb wel het nee, idee dat, dat ik, maar dan introduceer ik ze al meteen. Ja, dat was ook de bedoeling. Ik dacht, ik geef een voor. Ik, ik, ik heb al het idee <laughs> dat ik, hij ah, is hier vandaag, Max Obers, toch al langer ken dan een jaar hoor, moet ik zeggen. Uh, en hebben Paul Obers. Van het bedrijf Hato uh -huh. Verlichting, met name voor de agrarische sector, zeg ik dat? Zeg ik de juist? Ja, dat klopt. Um, wat moet ik zeggen over deze twee levende legendes in ons lidmaatschap? Ja, dat weet ik niet, liefschat. Nou, weet je, als ze gewoon luisteren vandaag, komen ze vanzelf achter. Oh, dat, dat vind ik een hele toch? goeie. Dat vind ik een hele goeie. Ja. Um, en, en om deze podcast te starten en te zorgen dat we goed helder hebben, waar hebben we het over? Wat is de context waarin we ons begeven? We hebben Paul Overs, de vader van Max Overs, de zoon van Paul Overs. Dat is hoe het hier in elkaar zit. We hebben te maken met een, een familiebedrijf genaamd Hato. En Paul, dan wil ik toch graag even starten bij jou. Om, om ons mee te nemen in het verhaal van Hato. Ik weet. Uit onze voorgesprekken één ding en dat is dat jouw vader, als ik het goed heb, de allereerste klant was van Hato. Klopt dat? Ja, zo ongeveer. Zo de ongeveer. Oké, okay, één ja. van de eerste. Ja. Jouw vader. Ja, de ja vader. precies. Ja. Inderdaad. Ja, er zijn altijd dingen die ja. jij niet weet en ik wel, hè? Ja, nou ja, in, nee, dat is goed om te weten. Ik bedoel, ja. ik word altijd een stuk wijzer in zo'n podcast. Ja, precies. Dus Paul, vertel. Ja. Nou ja, mijn ouders hadden dus ook een agrarisch bedrijf, uh, fruit, uh, ja, allerlei fruit en uh, ook champignons. En Hato had destijds een lamp ontwikkeld voor de champignonteelt. Die heel veel problemen oplosten. Daarvoor, die lampen die gingen heel snel stuk. Die omgeving is heel agressief. En ja, die lampen gingen, dat was een ellende. En uh, de oprichter van Hato, dat was Tom. Tom deed dat samen met Hai, vandaar Hato. Uh, Hai is snel uitgestapt, dus Tom bleef over. En Tom heeft die lamp bedacht. En is daar, is, ja, er was eigenlijk een, uh, een gat in de markt. Dat, dat liep enorm. En mijn vader kwam daar als een van de eerste klanten bij uit. En we hebben die lampen gekocht. En ik, kwam, ik ging mee als jongetje toen. Jongetje, jaar of 16, denk ik. Dat is al een, een jongetje. Ja. Toch? Ja. Als je nu terugkijkt. Van, nu, vanuit mijn perspectief nu wel, ja. Als je 16 ja. bent, ja. dan ben je volwassen. Maar en, als je ja. terugkijkt, dan ja. En de lampen waren specifiek voor de champignonenteelt? Ja, ja. Die lampen, je moet denken, die championteelt destijds zeker was dat uh, die, die ruimtes worden, waar de champions groeien, dat zijn de gesloten ruimtes. En die ruimtes worden uitgestoomd met stoom. Dat wordt heel vochtig, heel heet. En er komt heel veel ammoniak vrij. En bijna alles ging daar kapot van de ammoniak. Ja, wij hebben dat gezien, hè. weet je dat nog? Wij, wij zijn fan van Jeremy Clarkson's Farm. Weet je nog dat die, uh, die, uh, die oh, kelder ja, had met ja, al die ja, champignons? Okay. En ik dacht, wow, nou, dat is ongelooflijk hoe dat groeit. Ik vroeg me al af ja. waarom ze met die maskers opliepen, maar dat is vanwege de ammoniak. Ja, dus... Maar als ik het goed begrijp, jullie hadden thuis een bedrijf waar jullie champignons kweten. Ja. En allerlei fruit. En jullie kochten lampen in bij Hato. Ja. Ja. Dus, dus het bedrijf waar je later in gestapt bent is een bedrijf dat toevallig ooit iets bij jullie verkocht heeft, ik goed uh, Dat klopt. En ik ben daar begonnen omdat ik dat interessant vond. Ik destijds, uh, ging destijds naar de HTS elektrotechniek. Dus ik had, wat, ik had sowieso affiniteit met de elektro. Ik, ik moest die lampen natuurlijk ook installeren thuis. <laughs> en vandaar dat ik allerlei vragen had en dan in aanraking kwam. En daar ben ik eens uh, uitgekomen dat ik had twee avonden in de week ben gaan werken. Uh, om om champignonlampen te maken. En ik denk dat ik de productiemedewerkers nu nog zo kunnen verrassen dat ik dat met de ogen dicht kan. Maar. <laughs> nou, altijd nog een carrière ja. achter de hand. Precies. Ja. Maar de, ja, dat was op, op zich heel uh, interessant. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Zo op zaterdag, of zaterdag soms om een, uh, een of twee avonden in een week. En destijds was Hato uh, een bedrijf. Dat was, een, ja, was eigenlijk een, uh, een twee-blok woning met een garage ernaast. In die garage werden die lampen gemaakt. En dat was eigenlijk een soort van goudmijn. Die verkocht daarvoor ongeveer 2 miljoen gulden per jaar aan lampen, met ongeveer de helft winst. Dus. Hmm. Dat is een goede business. Goede business. Anton, Tom. Uh, ja, maar Tom bleef ook heel uh, relatief bescheiden, dus dat kon je aan Tom niet direct merken. Dus hij hoefde ook geen andere huis. Hij is eigenlijk ja, daar heel bescheiden in gebleven, vind ik. Maar goed, het bedrijf, uh, ja, die, hij, kon gewoon, hij maakte de lampen al voor drie, drie, vier maanden vooruit. Dus dat was een hele makkelijke business. Eén product, heel simpel. Wat daarna gebeurde was dat, uh, ik ben toen gaan studeren. dus Toen kon ik niet meer gaan werken, dat heb ik al een tijd niet meer gedaan. En met na mijn studie heeft hij gevraagd, wil je toch nog zo'n een jaartje terugkomen of een half jaar? Want we verkopen nu al zo lang die lampen in het gegonteelt. Die markt is verzadigd, de verkoop loopt terug, want die lampen hadden één nadeel: ze gingen erg lang mee. Ze waren extreem goed in kwaliteit ja, ja, stelde van de iPhone. Meer dan, ja, me, ze gingen meer dan tien jaar mee. Dus ja, op een gegeven moment heeft iedereen die lampen hangen en er is gewoon geen nieuwe ja. markt meer. Dus, nou, wat toen gebeurde is dat. Uh, daar heb ik dat gedaan een half jaar. Dus hebben we naar de meest gekke dingen gekeken, naar zonnebanken kunnen maken, of dit of dat naar Amerika. Maar uiteindelijk is daar niet heel veel uitgekomen. Uh, wat ik nu wel gedaan heb, is een stukje automatisering van administratie. Uh, want ons kantoor, dat was het verboden uh, cv-ruimte. Dus dat uh, <laughs> was echt Heerlijk. allemaal heel basis. Uh -huh. Heb al wat geautomatiseerd, gemechaniseerd. En, maar toen ben ik ook weer, uh, ja, toen ben ik verder gegaan met mijn carrière. Toen ben ik uh, organisatieadviseur geworden. Bij een bedrijf in uh, Breda. En dat heb ik een jaar of vijf gedaan. En toen kwam er toch weer een vraag vanuit. Uh, uit haten van wil je toch terugkomen want we hebben eigenlijk grote uitdagingen er was een concurrent bijgekomen er was een uh, de, de regelgeving die werd steeds ingewikkelder, toen kwam je CE en moest je allerlei uh, documenten allerlei dingen organiseren en Ton die had daar helemaal niks mee, Ton was een hele goede verkoper die kon, ik zeg altijd maar die kon onderzeeën verkopen in Zwitserland die, uh, die verkocht alles maar met techniek en, en, en regels enzo daar had hij niks mee dus hij zei, een probleem, dat los ik altijd vanzelf op. Dus dat confronteerde hij ook niet. <laughs> Want er waren <laughs> mensen zoals jij en andere teamleden die het oplosten. Ja, niet? precies. Ja. Nou ja, op dat moment was het bedrijf nog super klein. We hadden drie man. Drie man werkten dan. Oké. Okay. En toen zei ik van, nou, ik wil het best doen, Jan. Maar ik wil dan wel een... Uh, dan wil ik wel mede-eigenaar worden. Want ik had altijd een eigen bedrijf willen hebben. Dat had ik altijd al willen doen. En daar heb ik 40% van de aandelen overgenomen. Tegen een prima prijs. Nou, en dat was wel heel apart. Dus... Ik kom op kantoor, ik heb er al nog geen weekje gezeten. Komt Tom, je zegt: hij, Hier heb je de sleutel, hier heb je mijn bankboekje. Ik ga er even een half jaartje tussenuit. Doe maar wat je wil. Hmm. Het is ongepland. Hij besluit gewoon in één keer: ja, Nou, ik ben er vandoor. Ja. Nu ben jij er, ja. ik kan weg. En uh, na het weekend hebben we hem ook niet meer gezien. <laughs> oh, echt waar. Ja. Oh, dat ja. wel en, en, en dan kunnen er twee dingen gebeuren. Sommige mensen gaan dan wankelen en denken: Oh nee, de leider is weg. Wat nu? En andere mensen die maken gebruik van al die speelruimte die er in één keer ligt. Ja, dat heb ik zeker gedaan. <laughs> exact. Een half jaar is overigens een jaar geworden voordat ja. hij terugkwam. Oké. Okay. Uh, maar goed, uh, inderdaad. Ik ben toen uh, naar de markt gaan kijken. Ik ben, uh, we hadden toen op dat moment door omstandigheden. Zijn we, uh, we kochten championlampen. Maar we waren eigenlijk al een beetje in die pluimveewereld gerold. Waar we lampen maakten voor de pluimveeën. Voor kippen met name. En we hadden een, iemand die die verkocht voor ons. Dat was uh, Herman. Herman verkocht die lamp voor ons als vertegenwoordiger. En dat deed hij in Nederland en in Duitsland. Dus mijn vraag aan Herman was: Herman, waarom kopen die mensen onze lampen? Want die verkopen die best goed. Waarom kopen ze die? Ja, die, die lampen gaan gewoon lang mee. Hm. Ik zeg, nou, dat begrijp ik, maar alleen lang meegaan, dat kan niet alles zijn. Dat er moet zijn meer vast zijn. meerdere lampen die lang meegaan. Dacht Precies. Jij. Ja. En, en mijn ervaring nu is als je tegen iemand zegt dat gaat lang mee, dat meestal geloven ze dat sowieso niet. Dus hm. zo lang waren die lampen nog niet op de markt dat de mensen dat konden weten. Dus ik denk, nou, dat geloof ik niet. Dus wat is het echt? Hij kon het antwoord niet geven. Dus ik denk, dan hebben we een probleem. Dus toen ben ik naar de markt gegaan. Dus ik ben naar uh, studieavonden gegaan... waar uh, pluimvelders bij elkaar komen. Dan vertel ik eens over licht. Zij vertellen mij vervolgens heel veel over, over de ervaringen met het licht. En, uh, en daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Ik ben naar de universiteit gegaan... waar die lampen getest werden. En daar heb ik heel veel geleerd. En toen heb ik ook heel snel begrepen waarom die lampen goed waren. En dat was? Waarom waren ze zo goed? Het had heel veel te maken met de verdeling van het licht in de stal. Dus als dat, uh, als dat licht heel diffuus was... Wat wij deden, we hadden TL-armaturen in een glazen buis. Daar kwam het eigenlijk op neer. Heel simpel concept. En die hangen verticaal in de stal. En als je dat doet, dan reflecteert uh, dat licht reflecteert tegen het schuine plafond. En dan heb je heel veel diffuus licht. En een kip is eigenlijk een prooidier. Dus op het moment dat die scherpe schaduw ziet overkomen, dus op de vloer schaduw ziet, dan levert dat stress op. Want het kan een roofvogel zijn. Uh. En dat zit toch nog in die genen. Dus hoe diffuser dat licht is, hoe minder dat schrik-effect, hoe lager het stressniveau, hoe, minder, hoe meer eieren hoe, of vlees? Of? Nou, ze zijn minder vaak ziek. Uh, okay. Eten, verbranden, onnodig, uh, niet onnodig voer. Uh, ja. En uiteindelijk resulteert dat inderdaad een in betere productie. Zowel in eieren als ook in vlees of waar ze ook voor gehouden worden. Oké, okay. dus jij hebt dan een, 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 een persoonlijk onderzoek gedaan en je komt erachter... Ah, nu weet ik waarom ja. die lampen gekocht worden en waarom ze zo goed zijn. Precies. En, die, ja. Sorry, toen, voordat, um, uh, voordat jij terugkwam, hè, waren ze toen al... De kippenindustrie ingegaan, de pluimvee-industrie. Ja, ja oké. Okay. Ja, dus ja. vandaar dat jij dacht: ja, maar wat zijn we eigenlijk aan het verkopen hier en waarom loopt dat zo goed? Ja, precies. Ja, precies. Waarom verkocht okay. dat? En uh, nou, op een gegeven moment, uh, uh, ja, hoe was het? Ja, ik heb toen vervolgens geïnvesteerd in een armatuur, wat dan uh, een armatuur die dan uh, ja, daar meer aan tegemoet komt dan wat, uh, wat de sterke kant is. Dus die sterke kanten verbetert. Uh, dat armatuur, dat is uh, uiteindelijk de basis geworden waar Hato mee gegroeid is. Maar die investering, je moest met reizen kopen. Dus daar moest wel geïnvesteerd worden. Toen nog tijd iets van 100.000 gulden. Dat was op zich serieus geld. In dat jaar dat onze compagnon weg was. Ja. 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 Uh -huh. En ik heb dat ook niet gevraagd, natuurlijk, want ja, ik kon alles doen. Hij was er niet. Ja, hij ja. was er ook niet. Nee. En, en dat was ook niet, want wel, over welk jaartal spreken we nu? Dat is rond. Ja, wat is het? 98 geweest. 98. Ja, daarom. Toen was de wereld nog niet zo geconnect als nu. Hè? Als je dan nee. in jaar wegging, was je ook wel echt gewoon weg. Die was weg. Ik ja. denk niet dat we twee telefoontjes gehad hebben. Nee, precies. Nee, ja. nee die was gewoon echt weg. Ja. En dus, je had, <laughs> dus je had gewoon dus, een Jij neemt behelden. het bedrijf over. Ja. Ja. Hij heeft tot nu toe dat bedrijf gerund en je krijgt sleutels. Hij is een jaar weg. Hoe is die ervaring? Gaf dat in eerste instantie stress? Gaf dat rust? Was het... Uh... Nee, ik heb daar geen stress van gehad. Helemaal niet. Ik vond dat wel... Uh... Ik vond eigenlijk wel lekker, ja. Want uh, we, we zaten van tevoren ook niet heel altijd op een idee uh, op één lijn. Ik zag bepaalde dingen die, die Ton niet zag. En, uh, en dat bleek ook wel toen hij terugkwam. Want toen hij terugkwam na een jaar, uh, was het niet dat hij boos was of zo, maar hij was het duidelijk niet helemaal eens met mij. Want Ton was op toen, dan uh, 53, denk ik. En hij, had dat, hij zag het bedrijf als een cash -call. gewoon weet je, draait goede omzet, lekkere winst. Uh, als We dat gewoon elk jaar door doen, heb ik een fijn pensioen. Uh, precies, mij, mij en was het meer als we gewoon blijven doen wat we doen en dan kunnen we blijven doen totdat ik met pensioen ga, dan zitten we goed en daar word ik het meest gelukkig van. Ja, en dan heb je en, een jonge Paul. Ja, geld uitgeven was not done. Nee, precies, precies. Dat gaat meteen af van de wenst. Had jij wat was jouw ambitie daar? Was er al een bepaalde ambitie, een beeld van waar je daar naartoe wilde brengen? Dat bedrijf, mm. Ik denk het niet. Ik denk niet dat ik ooit zo in die zin een ambitie had van, oh, dat moet heel groot of moet groeien. Dat is heel natuurlijk uh, gegaan. Maar ik had wel, ik wilde wel groeien. Je wilde gewoon vooruit. Ik wilde vooruit. Dus ja. ik wilde wel iets van, ik wilde wel dingen, nieuwe dingen creëren waar, waar ik dan, ja, waar we mee konden verkopen of waar we echt wel mee impact konden maken bij, bij, de, bij de klanten. Ja. Nou, dat is met die lamp bijzonder goed gelukt. Dat is een lamp die we pas sinds... Twee jaar, denk ik, uit de, uit de, uit de running hebben genomen, omdat, die, ja, omdat er geen TL-lampen meer verkocht mogen worden. Zo'n 25, 26 jaar meegegaan ja, die lamp. Ja. Hoe, hoe verliep trouwens die samenwerking met John? Heette die? Ton. 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 Hoe, hoe verliep die samenwerking? Want hij kwam terug. Ja, dat ging niet goed. <laughs> dat ging helemaal <laughs> niet goed. Uh, dus Ton die kwam terug en die, uh, die zei niet te veel. Hij had er niet zoveel opmerkingen over. Hey, Daar ben ik het niet mee eens of zo. Dat deed hij niet. Maar de, met de geldkist ging wel op slot. En, uh, en, en Elle, alle andere uitgaven was in één keer een probleem. En hij maakte geen onderscheid tussen investeringen en tussen kosten. Dus dat was, ja, dat was, dat was lastig. En ja, op een gegeven moment, ik wilde natuurlijk doorpakken, ik had nog wel dingen die ik wil veranderen en, en, en doorgroeien. En, en Tom die blokkeerde dat keer op keer. Nou, dat, heeft dat hele proces van, van tot ik uiteindelijk tot het besluit kwam. Hey, ik ga alles overnemen, heeft twee jaar geduurd. En er zaten hele vervelende momenten tussen. Dus eigenlijk nadat jij voor 40% aandeelhouder bent geworden... heb je eerst een jaar uh, de boel gedraaid zonder Tom. Toen ja. kwam hij terug. Toen heb je nog twee jaar met ja. elkaar gedraaid. Maar eigenlijk niet echt met elkaar natuurlijk. Hè? De een wil naar rechts, de ander wil naar links. Ja. Uh, dus we zijn drie jaar verder nadat jij voor het eerst instapt. En dan? Ja, er is een mediator gekomen. Dat is van alles ah, geweest. Okay. Uh, ja, het ging echt gewoon... Ja, we waren het gewoon niet met elkaar eens. Oké, okay, dus dat was, dat was best een stressvolle tijd. Ja. Ja, dat Hoe, hoe oud was, uh, was Max toen? Hoe oud was jij toen, Max? Uh, ja, misschien weet Paul dat beter. Welke jaar was dat? Dat is een 9, Ja, dat is rond 99 geweest. En toen was ik vier. Toen was jij vier. Oké, ja, dan heb je daar niet, nog niet zoveel van meegekregen nee. waarschijnlijk. Nee, oké. Okay. Oké. Okay. Misschien als we later onderzoeken dat ze erachter komen in wonderen. Dat al die stress ja. die toen in jou ja. zat op vierjarige Precies. leeftijd in Max. Maar als ik Max zo zie zitten, die is zo relaxed, dat zal het niet het geval zijn. Ik vind het zelfs super interessant, want het is ook een stukje geschiedenis voor mij. En ja, exact. Ik leer ook weer veel nieuwe dingen in deze ja, podcast. Oh, mooi, ja, mooi. Leuk, ja, leuk. <laughs> <laughs> het is ook leuk om het gewoon um, zo opgesomd te horen, natuurlijk. Hè? Want ja. Dat, ja, dat, dat doe je normaal gesproken niet over jezelf. Maar oké, okay, dus dan uh, een mediator, alles komt eraan te pas. Ja. Ja, ja. En wat is wel de uitkomst? En, uh, ja, en, en echt ook wel vergaande uit elkaar gegroeid. Op een gegeven moment ben ik een beurs gaan doen met een ander bedrijf. Op een beurs gaan staan met verlichting. Dus het ging echt heel ver. En, uh, maar uiteindelijk is het, uh, ja, toen hebben we besloten van ja. Dus heel duidelijk, er kan maar één, manier, één ding gebeuren: of ik ga verder of hij gaat verder. En toen heeft Ton gezegd, dan verkoop ik de aandelen. En daar moet ik zeggen, heb ik ook een hele redelijke deal gekregen. Hij heeft het ook uh, zonder rente nog gefinancierd zelfs. Dus. Uh, oh. Nee, dat is dus is is wel een moeilijke periode, maar de afsluiting klinkt dan toch schappelijk. Absoluut, absoluut, ja. 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 En we zijn daarna elkaar wel een beetje verloren uit zicht, tot op een gegeven moment dat, we, dat hij Ton kwam, die was inmiddels verhuisd naar Thailand. En in Thailand zijn ook natuurlijk kippen, en dat is ook een, altijd een vrij belangrijke beurs. Ik dacht, wil je toch niet op die beurs in Thailand? En ik was daar heel terughoudend in, want ik denk, ja, Azië, weet je, die, die kopiëren alles, daar moet je voorzichtig mee zijn. Dus uh, ik weet het niet... Uh, ik ben er wat voorzichtig mee. Maar uiteindelijk heb ik het toch gedaan. En toen heeft hij me daar inderdaad geholpen met, met hele praktische dingen. Met, met opbouwen en met alles. En hij vond het ook heel leuk om dat te zijn. Hm. Ja. Wat was um, de omzet van Hato toen jij erbij kwam in 1998? Toen hadden we anderhalf miljoen gulden. Ja. Iets teruggezakt dan uh, ten opzichte van die vijf jaar dat jij weg bent geweest. Ja, ja, dat was ja. wat ik al zei. Het was verzadigd. De omzet in de die was niet meer zo groot, want iedereen had die lampen al. Dus, en ja. de, de pluimvee-industrie waren ze wel ingegaan, maar natuurlijk niet full force. Net gestart. Ja. En uh, wat ook meespeelde, ze hadden een concurrent uh, die uh, wel ze last van hadden. En die was net toen ik het overnam, want ze, waren, ze hadden mij ook gevraagd, wil je helpen met die concurrent, dat is lastig. Nou, net toen, ze dat, uh, toen ik erbij kwam, was, dat, had die, ja, was die al vier gegaan, die uh, concurrenten. Hmm. Kijk, het is wel interessant. Als bedrijven lange geschiedenis hebben, eh, dan, dan gebeurt er van alles. En ook productaanbod en dat soort dingen, dat verandert allemaal. Hoe kom, weet je hoe ze überhaupt terecht zijn gekomen? Want van champignons naar pluimvee? Ja, misschien dat, een heel makkelijke ja. Link, maar misschien niet. Ja, nou, die, die, die concurrent, die, die was begonnen als een vriend van, uh, van Tom. En, uh, en hij zou Tom wat helpen met het maken van lampen, want hij had net zijn eigen bedrijf verkocht. Op moment een klant van ons. Een bekend bedrijf in, de, in, de, in het land. Die, die had dat bedrijf verkocht, die had uh, geld. En, en die zei: ja, ik, ga, ik wil nog wel wat doen. Dus die is gaan helpen bij Ton. En, en ja, na een tijd, uh, na ongeveer een half jaar, die, zei hij tegen Ton: dat zei hij niet, maar dat deed hij wel van: dankjewel, ik weet nu alles. En ik ga dit zelf doen. Zij hmm, dus was niet echt komen helpen. Nee, hij was niet echt komen helpen. Hij was meer komen spioneren. Hmm. En is zijn eigen bedrijf begonnen met hulp van het Lief. Ongelooflijk. Het Liof. het LIOF. Wat is het LIOF? De Limburgse investeringsbank. Oh, okay. ah. Die helpt ondernemers om te starten en die investeren in zijn onderneming. Terwijl ik zou eerst onderzoek doen: van, is er niet al een bedrijf wat je daarmee gaat beconcurreren? Maar goed, dat hebben ze gedaan. Dat hebben ze ook geweten, want dat geld zijn ze kwijt. Maar, eh, maar hoe dan ook, eh, hij is daarmee gestart en hij kwam uit de pluimvee-industrie. Dus hij had een bedrijf heel actief in de pluimvee-industrie en had daar heel veel kennis. En die dacht: van, nee, die lamp die kan daar ook werken. En hij heeft een andere lamp gemaakt. Uiteindelijk niet zo'n hele goede lam, maar op dat moment prima. Uh, die, daar, uh, die, daar, die hij daar verkocht. Zo ligt die link. Ja, en toen dacht hij: als hij dat doet, dan kunnen wij dat ook. Ja. En zo is dat gegroeid. Hé, hey, dat is het uh, in ieder geval toen de tijd van Tom een, uh, een vijand geworden, maar hij heeft wel geholpen voor jullie op zijn minst om. Om pluimveeën ja, te breiden en een nieuwe markt uh, in te gaan. Ja. Absoluut. Ja. Zeker. Ja, en toen, euh, nou ja goed, jij neemt. Euh, jij wordt 40% aandeelhouder, 1,5 miljoen gulden omzet. Uh, tien jaar later heb jij dat hoogst persoonlijk na dus drie jaar of twee jaar struggles om uh, um de aandelen over te nemen en noem maar op. Hè, en dan nog zeven jaar erbij, heb jij die omzet gebracht naar 12 miljoen euro? Ja. In tien jaar tijd. Dat is een, uh, een behoorlijke groei. Uh, waarvan al onze luisteraars natuurlijk willen weten. Maar Paul, hoe heb je dat nou gedaan? Dat was het geheim. Als jij nou gewoon het geheim hier op tafel legt, Paul, dan uh, ja. kunnen we allemaal op tijd naar huis en iedereen die luistert is blij. Ja, kijk, want, want Max was vier, maar ja. tegen die tijd was hij veertien. Dus uh, daar heeft hij misschien ook nog wel het een en ander van meegekregen als het gaat om... Uh, nou ja, alles wat jij hebt moeten doen om daar, uh, daar te komen. Plus de uh, ja. leuke vakanties als gevolg daarvan natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja. ja zoals uh, onze grote vriend Stefan van der Bos uh, het had over zijn uh, blauwe Nike Air Max. Hè? Uh, ja. Heeft uh, Max misschien ook wel zulke dingen meegemaakt? Om... Nee, daar waren, waren we wat terughoudend. Daar waren oh, okay. we terughoudend. <laughs> Dat was ook bewust. Oké. Okay. Nee, de. Uh, Waar, wat het geheim is. Ik denk, ik, op toen tijd was ik niet zo bezig met groei. En ik weet nog heel goed dat we op een gegeven moment een operationeel manager aannamen. En die zei van, ja, maar wat is het plan voor volgend jaar? Ik zeg, weet je, ik weet het niet, maar ja, we groeien ongeveer elk jaar 20 procent. Dus tel die er maar bij op, dat zal het wel zijn. Maar vraag me niet uh, direct waarom het gebeurde. Ik zeg, maar ik vind één ding belangrijk: is dat we bij de klanten leveren wat we beloven. En als de klant een probleem heeft, mijn passie was toen op tijd een probleem oplossen bij de klant. Hm. Dus ik vond het super belangrijk dat die klant happy was, dat ik die kon helpen. Ja, dat was voor mij de grootste beloning. En daar vroegen we een bepaalde prijs. En ik denk dat die marktconform was. En ja, uiteindelijk heeft dat geleid dat we... We maakten ook geen reclame. Uh, het was zelfs zo dat ik altijd zei voor de grap van... Nou, de klant moet wel vriendelijk zijn, want anders dan leveren we niet. <laughs> dus het was echt een, een, een... We hadden ook de markt heel erg mee. Het tijd was in 2002. Heeft de Europese Unie besloten dat alle kippen... in een diervriendelijkere huisvesting moesten zitten. Maar op dat moment zaten ze allemaal in kleine kooitjes. Dat moest in... Of grote kooien of in folieres. Nou, dat betekende dat al. En dan kregen ze tien jaar de tijd voor die industrie. Dus voor 2012 moest dat omgebouwd zijn. Dus dat gaf in Europa natuurlijk een enorme boost in de in de sales. Ja, dus dat dat zat ook gewoon erg mee. Maar goed, je hebt concurrenten dus. En ik denk dat wij bij verre de grootste zijn geweest daar. En ik denk dat dat komt omdat we ons echt verdiept in wat is er nog echt nodig? Wat maakt impact? En echt die samenwerking met die eindklanten op zoek. Heel goed product. Ja, jullie een heel waren, goed jullie ja, waren niet uh, de beste marketeers en verkopers, maar jullie waren gewoon degene die het beste product leverden. Ja. En de beste service. Ja. Ja. Service en, dat en product, is, ja. dan. onderaan dat de, was de streep toch uiteindelijk waar het om draait. Ja. Ja, oké, 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 oké. Dan zijn we tien jaar verder. Dan is Max veertien dus. Veertien, vijftien. Uh, we hebben nog drie zoons, hè? Of jij hebt drie broers, laat ik het zo ja. zeggen. Vertel, wie zijn jouw broers? Bart, dat is ja. oudste. Nou, het is een oud dan jij, ja. Thijs en Joep. En Thijs en Joep. Dus jullie zijn met vier jongens thuis. En toen jullie jong waren, was er niemand van die vier jongens die HTO over wilde nemen? Nee, dat klopt. Nee hè? Althans, niemand die dat ooit uitgesproken heeft. Nee. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dus wellicht was die, die dromer wel, denk jij, maar... Uh... Het is altijd wel een gedachte geweest. Bij jou? Bij mij is het altijd een ja, gedachte okay. geweest. Misschien ook bij Bart, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. Maar dat is nooit uitgesproken en er is ook nooit echt een beslissing over gemaakt. Nee, precies. Bart, jouw oudste broer, heeft uh, ook een bedrijf overgenomen. Hè? Want naast Hato, uh, Paul, hadden jullie natuurlijk nog een ander uh, bedrijf. Waar vooral Lilian mee aan de slag was, of niet? Ja, dat klopt. Lilian voor de luisteraars. Is de... En, en, en een paar kijkers. <laughs> uh, is de vrouw van Paul. Ja, ja dat klopt. Nou, Lilian die, uh, de, de, was eigenlijk een bedrijf van de... Van Lilian de ouders en daar de ouders van. Dat was bij Lilian al de, toen wij het overnamen, de derde generatie. Dat uh, is een bedrijf dat maakt plukmateriaal voor de appels en peren te plukken. Dus uh, dat is een uh, seizoensproduct. En daar ben je, in de, ja, ben je in de zomer heel druk mee. En we maakten ook nog van die kistjes voor asperges te steken. Aluminium kistjes. Oeh. Daar was je dan in de, in de kerstvakantie druk mee. En we werkten daar met studenten, dus zonder personeel. Dus in de tijd dat er vakanties waren, dan hadden wij geen vakantie. Want waren we waren studenten. En dan maakten wij uh, produceerden wij die producten op voorraad. En die werden zo in augustus, september uh, verkocht. Hm. Waren jullie uh, mee aan het werken in de vakanties, Max? Bijna alle vakanties waren wij mee aan het werken. Ja, ja, dus, ja, uh, zaterdag, en de zaterdagen en de woensdagen. Ja. Oké, okay, oké. Okay. En dus het was uh, een, een echt familiebedrijf met z'n allen handen uit de mouwen steken op de momenten dat het nodig is. Ja, dus wij als kinderen hebben ook veel meer voor het bedrijf gewerkt, voor het plukmateriaal. En waren altijd wat minder betrokken geweest bij Hato helder. Ja, dat bedrijf was natuurlijk ook het bedrijf van jullie opa Noma en, en de ouders daarvoor. Dus dat er zit natuurlijk heel veel uh, ja, hoe noem je dat? Gevoel bij hè? bij zo'n bedrijf. Er zit ja. geschiedenis ja. in. Dat zit die die jullie nu aan het, aan het bouwen ja. zijn natuurlijk zat daar al in. Oké. Okay. En en het bedrijf was aan huis. Ah, oké. Okay. dat is ook wel een ja. verschil. Ja. En er was geen vast personeel. Dus alles moest gedaan worden met oproepkrachten. Of met de kids. En met de kids. Ja, precies. Ja, dus uh, ja, Paul goed dus, het uh, vroeger. Vier ja. zoons. Ja, die, uh, heeft dat zijn. regelmatig ja. geroepen. Ja. <laughs> Daarom wil ja. Paul ook niet naar Azië. Want die dacht, ja, dan zien de kinderen dadelijk. <laughs> Wat, nee, maar uh, oké, okay, helder. Uh, dus Bart heeft uiteindelijk dat andere bedrijf overgenomen. Hè? Uh, jouw oudste broer, jouw oudste zoon. En, um, en... Moet ik ook zeggen trouwens. Want ja? ik kan mij het kerstpakket herinneren van vorig jaar. Met een plukmand erin. Ja, ja uh, als we het hebben over uh, goede kwaliteit en iets gaat tien jaar mee, denk ik dat die plukband uh, gevonden wordt 2000 jaar van nu. Uh... Ja, dat klopt. <laughs> dus... die, gaat, die, gaat, die vergaat ja. denk ik gewoon nooit. Nee, nee dus dat is, dat is ook nog echt van dat uh, ambacht. Dat is denk ik het juiste woord als ik kijk naar die producten. Ja, ja wij vragen ons echt af hoe het komt dat je elk jaar weer zoveel opnieuw verkoopt, want dat blijft toch langzaam doorgroeien. En de markt verschuift wel heel erg naar Oost-Europa, zelfs naar Rusland. Maar dan vraag ja, je vraagt je af, uh, hoe kan het dat dat zo lang uh, Ja, meegaan. wat doen ze met die bakken? Ja, ja, wat doen ze ermee? hoe kan ze het dat ondertussen, zou je denken. Dat ja. zou je denken, ja. 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 ja, je zou toch verwachten die plukmand gaat van generatie op generatie. Ja. Die maar maar ja. Misschien wordt de hey. tijd voor een nieuw onderzoek, uh, ja, ja, ja. <laughs> maar Ja, we weten dat ze af en toe met een tractor overrijden en niet opletten <laughs> ja, en dat soort dingen. Ja, precies, dus precies. dat helpt ons wel. Hé, uh, ja. hey, um, nou ben ik benieuwd, Paul. Want in de basis is het uh, in jouw hoofd nooit zo geweest dat een van de kids het zou overnemen. Top? Dat klopt. Nee, dat ja. klopt. Ja. Um, hoe was dat? Maakte dat iets uit? Was je, vond je dat ooit jammer? Was je daar ooit mee bezig? Gooi je ooit een balletje op aan tafel van hé hey, jongens? Uh... Nee, we hmm? hebben dat eigenlijk heel bewust niet gedaan. Okay. Omdat we, hij uh, zei: als de kinderen het willen overnemen, dan moet het echt van hunzelf uitkomen. We ja. gaan dat niet sturen, we gaan dat niet pushen. Want dan, ja, ik denk dat je de mensen dat je een verwachting oplegt en dat de kinderen dan uiteindelijk heel ongelukkig worden. Want er wordt een beetje een bepaalde richting ingeduwd. Dat hebben we nooit gedaan. Nee. Dus dat hebben ze helemaal losgelaten en ze konden eigenlijk, ja, ze moeten hun eigen keuzes maken. Ja, en dan uh, is Max aan het studeren. En volgens mij bij het afstuderen, Max, uh, vertel, uh, wat, wat maakte dat jij in één keer dacht... Nee, eerst moet ik zeggen, wat maakte dat het voorheen niet echt een optie was? Nou ja, het is nooit niet een optie nee. geweest, maar... Wij, uh, uh, ik studeerde. Ik wist toen überhaupt niet wat ik wou gaan doen. Dus uh, ik, ik ging gewoon een beetje mee met de flow. Ik wist uiteindelijk wel welke studie ik wou doen. En dacht als ik deze studie afgemaakt heb, dan kijk ik dan wel wat ik dan weer verder wil doen. En welke studie was dat voor onze les? Dat was uh, technische bedrijfskunde op de TU in Eindhoven. En uh, dus daar, daar rolde ik een beetje in. En ik was heel erg betrokken bij het bedrijf en bij Hato, waar we wat minder betrokken waren. Had ik toen in die tijd ook wel zoiets van: ja, het is een redelijk technisch product, die lamp. Daar heb ik, geen, daar heb ik minder verstand van. Uh, lampen voor kippen. Ik weet niet of dat per se de leukste industrie is om voor te werken. Dus dat was op dat moment misschien een klein beetje de gedachte. Uh, en we hebben ook nooit zo de gedetailleerde gesprekken erover gehad. Uh. Nee, precies. Ja, ja. En die grapjes te vertellen. Je was best bang voor kippen. Het <laughs> is een heel leuk verhaal. We zijn een keer. Uh, waar we, hadden we een, 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 ik ken uh, meerdere mensen, Max, die bang zijn voor kippen. Yeah. Ja. Dat was een leuk verhaal. Want we hadden een, een klant in Engeland. Op een gegeven moment hadden we een product geleverd, die lampen. Dat, ja, heel, af en toe heb je natuurlijk pech met de, in dit geval elektronica van een toeleverancier. Daar markeert iets aan en dat moest vervangen worden. Dus, en dat was net vlak voor kerst, dat weet ik nog. En toen moesten wij. Die klant die had een probleem met die lampen. Dus ja, dat moet opgelost worden. Dus je kon niemand vinden om dat te fixen. Dus we zeiden: dat gaan we zelf doen. Dus. Alles de auto ingeladen. Bart en Max gingen mee. De boot naar Engeland. S'avonds half acht trop, Half acht ochtends waren we in Engeland. Naar dat project gereden. En dan gingen we die lampen vervangen. Lilian, ik en Max en Bart. En Max was nog zo'n manneke. Dus uh, en, en die moest mij helpen om die lampen, als ik ze eraf gehaald had, om die dan naar Lilian te brengen. Die dan die dingen ging ombouwen. En er waren natuurlijk een paar kippen die waren ergens ontsnapt. Dus ze liepen nog rond in die stal. Dat was leuk. Max was de dood voor die kippen. <laughs> leuk hè? Hoe, 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 hoe oud was ik toen? Nou, zo'n manneke zijn Ja, ja zo'n zo manneke. Uh, ik denk, yeah. ja, ik 19, denk. 20. Yeah. <laughs> <laughs> Kun je dat herinneren, Max? Ja, Ik had hem wel heel vaak. Was dat ja, niet ja. een heel tof avontuur om met je ouders en je oudere broer op de boot naar Engeland voor het bedrijf? Ik kan me dat voorstellen, dat als kind zijn heel leuk is. Ik, ik denk dat we het wel als heel leuk ervaren hebben. Ja, ja. Ja, dat kip. was heel leuk. Als je dan in die stal staat, dan denk ik, wat doe ik hier? Maar... Ja. <laughs> Zo, we hebben overigens meerdere vakanties gehad. We zijn een keer in Tenerife vakantie geweest. En dus we hebben we vandaag een fantastische dagactiviteit. Toen gingen dus ook naar een kipstal. Lampen vervangen. De hele dag. <laughs> ah. Met snel jij ja, de op al. Uh, we hebben dadelijk een paar klanten. En... Nou, zijn ze wel uh, aftrekbaar voor de belasting. Dus, uh... <laughs> <laughs> Hartstikke slim. Gewoon, maar, maar één ding wat er ja. wel steeds te, doorheen... En dan hebben we met meerdere gasten. Um, ik, ik denk dat zekere jeugd het idee kan hebben: weet je, ondernemen is een soort uh, schaakspel in de zin van dan start ik en alles is fantastisch en we bouwen dit op. Maar het is toch eigenlijk iedereen begint wel met zijn handen in de klei, Absoluut. om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, maar, maar ook, en ik weet niet of je het moet zien als een opoffering. Ik denk dat veel mensen die houden van hun vakantie denken: ja, doei. Van <tienerief>. geen land in, ja, inderdaad. <laughs> weet je wel? En dan en dan nu voor Kerst. Hallo, weet je wel naar Engeland. Staan we daar? Dus ja, het is wel. Um, ah, je moet wel gewoon aan de bak. Dat is heel simpel. Ja. Ja, en wat wel leuk is, is dat uh, Paul en Lillian met uh, in ieder geval Bart en Max van Jong aan dat ook een beetje zijn gaan uitdagen vertelde jij mij. Jullie zijn ze wel een beetje. Uh, ja. Gaan. Uh, dat klopt. Gaan, ja. En dat uh, ja, met alle vier overigens. Oh, met uh, alle de, vier, de ene pikte ja. dat meer op dan de andere. Dus dat ja. ging ook heel organisch. Mm -hmm. Maar inderdaad, uh, bijvoorbeeld, ik, kon, uh, ik was al actief in China. Dus uh, een jaar of twintig geleden zijn we naar China gegaan om dingen te laten maken. Nou, ja, dat is allemaal uitgegroeid. Maar dan kon ik uh, ook heel goedkoop visitekaartjes laten printen. Zo voor twee, voor, drie voor euro had je daar gewoon 500 visitekaartjes. En ja, Bart en Maxi, uh, is dat geen handeltje voor jullie. Hm. Nou, en, en die dan iedere keer als er bij ons iemand op bezoek kwam, dan uh, gingen water of Max ging naar die mensen en mag ik een visitekaartje van nu? En denk ik oh, maar dit, dit, kan wel, dit kan wel beter of uh, ik kan die heel goedkoop aanbieden. En dan ja, die hadden die echt zijn handeltje opgezet in, in visitekaartjes verkopen. Dus daar is jouw uh, commerciële talent ontstaan, Max. Ja, wellicht. Ja. 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 En ook wij zijn lessen geleerd, want op een gegeven moment heeft hij voor een vriend, uh, konden we ook uh, titaandioxide kopen. Dus dat zou in China ook goedkoper zijn. Of ja, Max, wel, wel, geen... wat is dat uh, Max, titaandioxide? Ja, dat is om, uh, om um, uh, producten wit te maken, heb je uh, die stoffen nodig. Oké, okay, oké. Okay. Ja. En, en wat hadden jij en Bart bedacht samen? Ja, wij dachten, we gaan het in China inkopen. We laten het dan naar Nederland komen. Het, het was een redelijk duur product. En dat was een stuk goedkoper dan dat het voor, om het voor hem in Nederland in te kopen. Dus toen dachten wij, dat kunnen wij wel voor je regelen. Oké, okay, en toen? Wat gebeurde toen? Want ja, uh, Bal die introduceert hem. Wat gebeurde er toen? Ja, op... Neem ons eens mee. Je hebt een contact in China... Ja, dus we kregen samples deze kant op. Die samples netjes naar hem gestuurd. En alles fantastisch. was precies wat ze nodig hadden. En wie is hem? Dat is die vriend die dat bedrijf had en ja. die titaniumdioxide nodig had. En uh, ja, toen dachten wij dan beginnen we wel met, uh, met volgens mij duizend kilo. Ja. Uh, laten we dan komen uit China. En die leveren we dan aan hem. Uh, en dan hebben we gewoon een eerste mooie order. En, en over wat voor bedragen hebben we het dan? Heb je nog een idee van of jij praat? Uh, ja, zoiets, 5000 euro. 5000 ja. euro voor hoeveel? Voor 1000 kilo, 1000 titaan kilo dioxide. titaandioxide. Oké, ja. Okay, ja en, het, ik weet niet of die cijfers helemaal kloppen. Nee, nee, maar, Hoe oud ben je dan, Max? Ik, ik denk toen ik toen in de brugglas had. Ik denk dat ik toen 12 was of 13. Ja, we hebben het niet over ja. een paar tientjes in ieder geval. Nee, nee maar, maar voor mij in de brugglas 5000 euro verschijnt als een, een paar miljoen euro. Miljoen. Oh, ja. 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 het is geen ja. absoluut voor een hoop geld. Ja. En. Um, maar goed, die, die uh, producten waren daar aangekomen. En toen gingen ze de testen doen. En toen bleek dat niet het uh, producten zijn waar ze het sample van hadden gekregen. Dus ja, wij terug naar die uh, leverancier in China. Niks meer van te horen. Die we niet meer te, te pakken. Nee, die waren niet meer pak te pakken krijgen. Dus dat was gewoon een echte, een echte oplichting. Ai, ai, ai. Wat leer je daaruit? Ja. Dat de wereld oneerlijk is. En, <tie> uh, ja, misschien iets minder naïef zijn. Uh, ja. Ja, als je twaalf bent, is wel redelijk logisch dat je nog naïef bent. Maar uh, ik kan me voorstellen dat dat een wijze les is. Uh, volgens mij hebben jullie het wel opgevangen. Ja. De jongens hebben niet die vijfduizend euro al hoeven tikken. Maar... Nee, nee. Nu denkt Johan van. Uh, was je weer redelijk behoor, maar Ja. 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 Uh. ja, ja dat, maar, maar dat is wel een goede. Ik bedoel, dan kun je nog een klap opvangen. Maar we hebben ze maar, wel even laten, even laten zetten, dat wel. Ja, en, en, en uiteindelijk, weet je, is. Dan, die, zo, zo iemand in China, onbewust, wellicht. Maar die bewust. Ligt iemand op, maar in dit geval een brugglasser, dan zou die misschien niet op. Maar waren jullie ook echt geweest. zelf in contact uh, met die mensen uit China? Ja, we waren er wel zelf mee in contact. Ja, wat grappig. Ja, ja via... Wij hadden natuurlijk een bedrijf in China. Ja. Dus die Chinezen die voor ons bedrijf werken, die waren er ook mee in contact. Die regelden dat ook. Ja. Ja. En die zouden het ook controleren van tevoren. Ja, maar dat hebben ze niet gedaan. Hmm. Wel, wel een wijze les. Want ik bedoel, inderdaad, na naïef betekent eigenlijk ergens weinig ervaring in hebben. Dan ben je makkelijk op te lichten. Dus nou, dat is in ieder geval een les die je daar al leert in ja. de brugklas. En hey, we kunnen niet naïef zijn, we moeten duidelijk afspraken. Ja. En je ziet die 5000 euro en je denkt, super ja. gaaf, dit, is uh, ja, dit gaan we doen. Ja. En dan ben je helemaal niet meer bezig met uh, de risico's en wat er mis kan gaan. Kijk, luister. Uh, we, we hebben uh, een aantal dingen gehoord dan in deze podcast. Eén ding kunnen we leren is, als jij kosten en een investeringen verwaart, ja, dan, dan worden uitgaven heel pijnlijk. Terwijl je zult om te kunnen groeien nou eenmaal geld moeten investeren. Uh, en aan de andere kant, wat we uh, hier horen, hoe zei je het nou net, Max, uh, je laatste opmerking? Ja, je ziet die 5000 euro en je denkt, dit is fantastisch, dat wil ik doen. En daardoor zie je de risico's niet meer. Je wil niet weten hoeveel mensen willen beginnen met ondernemen. Ik kan me nog herinneren, iemand die, uh, die uh, zei, uh, ik zal geen namen noemen, die komt naar me the, toe en zegt, to ik ga een eigen bedrijf beginnen. Ik zeg, oh, oké. Heel goed. Zegt hij, Ja, één ding, zijn oom is CFO bij een grote organisatie. Ja, hij zei: ja, Ik heb die cijfers laten zien aan mijn oom. En zeg maar, de, de berekeningen en de prognoses en zo. En die zegt: Nou, dit, dit is wel heel positief. En als je dit niet haalt, heb je echt een probleem. Hij zegt: Ja, hoe simpel kan het zijn? Tuurlijk heb je een probleem als je dat niet haalt. Nou, die had ook een probleem uiteindelijk. Die ja. haalde zijn cijfers niet. Nou, Na een paar niet. jaar was die failliet. Maar als je, als je heel positief kijkt en je wordt gedreven door: Oh my god, zie deze kans. Ja, dan zie je ook een hele hoop over het hoofd. Ja. Als je wil kritisch en scherp blijven kijken, dat is een goeie. Inderdaad. Ja. Dan, dan gaan we terug naar jou, Max, want jij uh, bent aan het studeren of aan je kant afstuderen. En als ik het goed begrepen heb, krijg jij vervolgens een boek. Ja, toen was ik al afgestudeerd en toen, toen was, was, je was, al afgestudeerd. Ja, was ik okay. begonnen met werken. Oké, okay, dus je zat al bij Deloitte? Ja. Ja, want daar ben jij begonnen met werken? Ja, ik ben ja. toen bij Deloitte als supply chain consultant uh, begonnen. Het ja. was ook een lijn met mijn opleiding. Fantastisch team overigens, ook ja. fantastisch bedrijf en heel veel daar geleerd. Wat maakt dit een fantastisch bedrijf? Want een bekend bedrijf natuurlijk, uh, uh, staat hoog aangeschreven. Ja, wat, wat ik in eerste instantie dacht toen ik daar ging werken, je oh, komt in een super grote club waar je een uh, nummers bent. Uiteindelijk, ik zat in een team uh, van 70 uh, mensen. En dat waren echt allemaal uh, uh, talenten in het vakgebied. En dat was super leuk. Hm. Allemaal, uh, allemaal uh, uh, hetzelfde. Je zit allemaal op dezelfde golflengte, een beetje dezelfde capabilities. Dus dat was gewoon echt heel leuk om met hun te sparren. En iedereen gedreven waarschijnlijk. Iedereen was super, maken, iedereen was super ja. gemotiveerd. Ja. En, uh, dus dat was een hele ja. leuke groep om mee te werken. Ja, oké. Okay. Het dus was wel coronatijd. Oh, ja. Yeah. Ja, ik ben begonnen voor de coronatijd. Yeah. En uh, uiteindelijk kwam ik in de coronatijd. En toen werd het wel... Toen ging het plezier daar een beetje vanaf. Want okay. consultancy is een beetje work hard, play hard. En dat play hard, dat was een, op dat yeah. moment yeah. niet. Yeah. Het was <laughs> vooral work hard. Het was vooral work hard, ja. Yeah. Yeah. Yeah, precies precies. En een heel hele hoop gezeik waarschijnlijk uh, in, de, in de branche. Ja, en op ja. zich voor ons viel het wel mee, want we, er was gewoon genoeg business. Ja. Uh, ik had gewoon een project om aan te wijken. alleen zat je de hele dag thuis. Ja, precies. Dat was toch niet zo. Maar, zat je de hele dag thuis en toen lag er een boek op tafel, denk ik dan. Ja, ik weet het niet. Je, ja. je, je vertelde het mezelf. En dus ja, mijn vertelde. vader was natuurlijk begonnen aan het mentorship programma bij jullie. Ja. En hij zei ook, uh, Max, je moet dit boek een keer lezen. Dat is super interessant. Uh, dus ik was het boek aan het lezen. En tijdens dat lezen van het boek... En ik ik weet niet meer bij welke distinctie uh, ik dit opgepikt heb. Mm -hmm. Maar ik dacht, ik moet gewoon uh, een beslissing maken. Dat die gedachte om ooit in het familiebedrijf te willen gaan, dat speelde altijd wel in mijn hoofd. En als je echt altijd, al vanaf je tienerjaren of zo... Of, uh, dat je toen nog aan het studeren was. was ja. Ja, dat je echt gaat nadenken ja. over wat wil ik met mijn toekomst. Ja, en ook ja. dat ik met onderwerpen en mijn studie bezig was. En dan altijd wel een beetje mijn hoofd bezig mm. was met van hey, hoe zou dit in Hato uh, werken? En Hoe zou ik dat daar eventueel kunnen gebruiken? Ja. Ja. Dus daar was ik wel mee bezig. Maar ik had niet echt in mijn hoofd de beslissing gemaakt van dit is wat ik in de toekomst ga doen. En voor waar nog um, in jouw hoofd geprojecteerd op hato. Want jullie hebben uiteindelijk ook het andere bedrijf. Ja, ik denk de studierichting waarschijnlijk tegen. Ja, ik denk de hato. Ik, uh, hetgene wat bij mij het, het, uh, hetgene was, waarom ik in het begin misschien dacht van oké, okay, hato is misschien niks voor mij. Is mijn vader is heel technisch, uh, mijn broer overigens ook. En uh, zij zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten, met technische dingen. Ik dacht, ja, dat kan ik niet. En dit is ook niet mijn interesse. Daar ga ik niet gelukkig voor worden als ik daarmee bezig ben. En in het bedrijf als Heimel ben je veel meer. Je, er is geen personeel. Dus je bent veel meer met het product bezig en dat zelf aan het uitvoeren. Nou ja, en... Hij is bedrijfskunde gestudeerd. Precies. Hij wilde meer met een bedrijf bezig zijn. En ik, vond ja. dat, ik vind dat uh, uiteindelijk ook heel erg gaaf om dat bestaande bedrijf te gaan kijken. Hoe kunnen we dit, uh, hoe kunnen processen efficiënter inrichten en hoe kunnen we het bedrijf laten groeien? Ja. Dus, wat jij onderbreekt op het belangrijkste stuk: Er is een boek genaamd Straight Line Leadership. Max is dat aan het lezen. En, ik bekend en ergens leest hij in een van de hoofdstukken, bij een van de distincties, iets over: je hebt gewoon een beslissing te maken. Ja, ik had het hele boek uiteindelijk gelezen en ik dacht, wat heb ik, wat heb ik het boek gehaald? En ik dacht van ik moet een beslissing maken. Want uiteindelijk uh, wat je ook beslist, uh, gaat het uiteindelijk. Uh, het is beter om die besli beslissing dus te maken moet... ja. dan om het niet te doen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen. En dan ga ik ga het gewoon tegen mijn ouders vertellen dat ik het bedrijf wil overnemen. Nog niet nu, maar ik denk van nou, ik ga drie tot vijf jaar bij Deloitte werken. En dan uh, vind ik het een mooi moment ja. om in te stappen in het bedrijf. Kun je je nog herinneren? Het moment dat je het hebt verteld tegen je ouders, als in waar zijn we? Hoe, uh... ja, dit, was in, dit was thuis. Gewoon tijdens het eten, denk ik. Oh, ja. Ja. Waren jullie met z'n drie daar... of waren de broers erbij? Goeie vraag. Dat is een hele goede vraag. Oh my god. Paul. Paul, ik, ik, ik ga de hulplijn inschakelen. Nee. Ja, ja, zij was er wel die bij. Het. Die weet het. Dit zou voor mij als vader aanvoelen als we hadden van tevoren al voor het gesprek ja. over van ik heb niet het idee dat mijn dochter ooit iets gaat doen met dit bedrijf. Um, dus voor mij zou het toch aanvoelen een beetje vergelijkbaar met je, je kind komt en uh, pap <laughs> We zijn zwanger. Weet je wel, dat het is, oh my god, een, een kleinzoon. Ja. Daar staat dit om dezelfde hoogte mee. Ik wil het bedrijf overnemen. Ik denk, dit is een uh, soort van come to Jesus moment. Uh. Nee, absoluut. Ja? Ik wil niet zeggen dat ik exact kan herhalen waar het nee, was. Precies, maar okay. het, ik, ik weet okay. wel heel goed herinneren dat het inderdaad echt een, 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 ja, een heel fijn moment was. Hoor. yes, dit is, dit is geweldig. Oh ja, oké. Okay. Ja, ik vond het echt okay. geweldig. Omdat uh, natuurlijk we waren, van tevoren dachten, we ja... Kinderen hebben nooit iets laten merken, dus we moeten kijken naar een andere... Dat gaan we straks doen? voor ja, kampen, of zoiets zo. En we waren toen ook al links en rechts aan het kijken met, met mogelijke investeerders. En, uh, en wat grappig was, dat toen ook wel een beetje in het licht kwam dat die investeerders zeiden, ja, het bedrijf zit nu wel een beetje al langere tijd in dezelfde omzet, dus mm. wij zien geen groei. En dan dat word je toch, als je kijkt naar de waarde van een bedrijf, word je daar wel flink afgestraft. Ja. En daar heb ik ook wel gedacht van, oh wacht. Toen Max kwam, ik wil dat, het overnemen. Uh, is dat überhaupt een, een uh, reden geweest om destijds aan boord te komen van de mentorship bij Strader Leadership? Ja, zeker. Dat je dacht, oh, wacht eventjes. Zeker, ik denk ik uh, ga geen... beginnen te zeggen, oh, het staat al wel lang op hetzelfde punt. Uh, ik, ik moet iets gaan doen, er moet iets gebeuren. Ja, en, en eerlijk gezegd, dat heb ik ook bij ja, het mentorship-programma ook wel duidelijk gezien. Ik was ook wel heel comfortabel geworden. Hmm. We hadden natuurlijk een leuk bedrijf. Ondanks we op hetzelfde niveau zaten, was het gewoon een goede omzet. Niveau, met een goede, ja. goede winst. En uh, ja, ik denk dat iedereen daar uh, heel tevreden mee zou zijn. Ja. Nu zie ik dat heel anders. Maar op dat moment was ik gewoon, gewoon content. En ik denk, ja, groei was voor mij niet nodig. Ja, totdat ik met investeerders sprak die daar heel anders over dachten. Hmm. En toen ben ik daar ook nog goed naar gaan kijken. Ik denk van ja, dit is inderdaad ook gewoon niet oké. Okay. Ik ben gewoon heel makkelijk geworden. We gingen veel meer op vakantie. Uh... Ja, dat is helemaal weg, Johan. <laughs> we gaan nog wel een keer op vakantie, hoor. Ja, maar, uh, maar, maar niemand je, met die, maar, niemand maar, met dan die dan intentie stulteit. Moeten we ook eerlijk zijn? Vakanties was ook gewoon werken, heb ik net gehoord. Ja, inderdaad. Dus, uh, ja. Jullie gingen gewoon dat is in, ook vuur, in het seizoen, in is Ja, ja. ja toetert dan even wel wat meer. <laughs> Tegen tijd was het niet op vakantie hier. Ja. Maar, maar, maar wel een vraag daarover, uh, want ik denk dat veel ondernemers die uh, die een, min of meer een soort gelijke reis doorlopen. Je, je start. We krijgen wat dingen mee. De familie moet met regelmaat meewerken. We hebben vakanties die we hier en daar een keer opofferen om het zo te zeggen. Voor Kerst zijn we nog even naar Engeland om daar iets op te lossen. Dus uh, daar zit natuurlijk een hele hoop tijd en energie en, en werk in. Um, dan op een gegeven moment ja wordt het leven natuurlijk wel wat comfortabeler. Je hebt je schaapjes uh, op het droog om het zo maar te zeggen. Wat is het verschil tussen die periode dat je belegt? Ja, wat comfortabel wordt, misschien wel een edge kwijtraakt, om het zo te zeggen. En dan komen die investeerders, dan word je misschien wat wakker geschud. Hey, ik ben misschien wat ingedut. Wat is je ervaring nu, nu je vol aan staat en samen met Max aan het ondernemen bent, ten opzichte van de ervaring daarvoor? De ervaring van het leven? Of wat... ja, gewoon hoe, ja, inderdaad, hoe je het leven en het runnen van een bedrijf ervaart. Wat, wat is het verschil? Uh, dit, dit voelt net zoals het eigenlijk de eerste tien jaar voelde. Was je continu bezig met, uh, met uitdagingen. Want in die snelle groei was het natuurlijk continu moesten wel mensen bij. Je moest andere dingen schakelen. Andere taken moesten opnieuw verdeeld worden over de mensen. was continu. Was een beetje onvrede bij de mensen. Maar ja, ik heb het druk. Moesten er moesten wel mensen erbij. En dat, 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 dat groeien. Daar was je continu mee bezig. En ja dat, dat is, dat is, ja, dat is eigenlijk leven. En daarna was je een beetje uitgecheckt en, en dat groeide niet meer. En, en ik denk dat je dan ook een beetje, ondanks dat je er niet bewust van bent, maar wel wat gefrustreerd raakt. Mm. En, 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 het, en het een beetje de energie verliest. Ja. Ik denk, ik zag dat wel zo, ja. Echt energie verliezen. Ja, Terwijl gaat... nu is het weer leuk. Nu is het weer, ja, we staan aan, we zien daar kansen, we gaan ervoor. En als een klant uiteindelijk uh, niet zo beslist, of het duurt lang, ja, dan... dan, dan, dan <laughs> ja, dan... dan... Leef dat dan, dan? dan Ik kan me dat voorstellen. Ja. Ik kan me voorstellen dat je, dat je nu gewoon meer het leven ervaart. De pieken zijn hoger, de dalen zijn misschien ook dieper. Maar er is meer leven gewoon wat je ervaart dan wanneer je gewoon een beetje doorkabbelt, waarschijnlijk. Absoluut. Ja. Het is veel leuker. Het is veel leuker om te doen. Er staat veel meer op het spel ook. Uh, maakt ons niet dat we dan minder risico's nemen of zo. Dat hebben we eigenlijk altijd wel uh, gedaan. Mm -hmm. Maar het maakt, wel, ja, het maakt het gewoon leven veel leuker. Ja. Ja, ja, want ik kan, uh, ik kan mij uh, herinneren aan het gesprek van twee dagen geleden. <laughs> ik heb twee dagen ja. geleden Christophe gesproken. En Christophe die heeft uh, destijds um, jou aan boord gehaald van Straight Line Leadership. En het mentorship programma. En uh, Christophe zei, voor Paul was het heel simpel. Uh, hij zei, I want to go out with a big bang. Dus toen was het natuurlijk nog niet, Max uh, gaat het overnemen. Dus waarschijnlijk was jij in je hoofd bezig met, het gaat verkocht worden. Ja, hè? Ja. Uh, nou ja, je had van een paar investeerders wat uh, stomp in je maag gehad en dacht, oeh, oké. Okay. Dus toen was het ook, weet je, dan wil ik ook gewoon uitgaan met een big bang. Gaan we eerst even hard winnen en vervolgens gaan we verkopen. Dat was waarschijnlijk het doel. Ja, nou ja, het was eerder, de, die, die stomp in de maag, dat voelde echt als een, als een uh, ik zou bijna zeggen, als een mislukking, als een, als een hmm. afgang. Ik denk, ja, dit... dit hmm. Ik heb werd ik een beetje in mijn, in mijn weer... eer geraakt, eigenlijk. Ja, ja, precies. Ik denk, ik heb hier iets opgebouwd. En uiteindelijk zeg ja, hallo. ik: hallo. Ja, Daar dat, dat kon ik zelf niet. Uh, okay. Nee, Toen dacht ik van: ja, dit gaat niet gebeuren. Dit gaat gewoon weer naar een next level. Ja. En dat het een interessant en een succesvol bedrijf is. Ik denk dat het vooral met mijn, met mijn eer te maken had. En met mijn, uh, met mijn ego misschien wel. Dat is oké. Okay. Ja. Het ego kan ons ook tot hele goede dingen. Ja, geven. absoluut. Mensen absoluut. denken dat het een vijand is, maar ja. dat is het niet. Hey, en dan komt Max een periode daarna. En, uh, en jij staat überhaupt weer aan, vol op het speelveld. Je gaat voor die Big Bang en dan komt uh, je zoon en die zegt... Uh, Pap, ik, uh, ik heb wel interesse om het over te nemen. Wat ja. gebeurt er dan? Ja, het, het was sowieso een beetje op hetzelfde moment. Dat zat heel ah, vlak, okay. heel, staat dicht heel dicht bij, dicht bij elkaar. Bij elkaar. Ja. Okay. En, en, en voor mij was dat natuurlijk een extra drive om het bedrijf verder uit te bouwen. Omdat Max interesse had. En ja, toen Max bij me kwam... Dat was wel een ja, wat ik al zei. Het was een heel warm moment. En ik denk van ja dit, is, ja, dit is perfect. Ik bedoel, A, hoeven we het niet aan een vreemde te verkopen. We kunnen het aan de kinderen overdoen. Ja, toen was ik nog meer gedreven om het, ja. uh, om, het, om het te laten groeien. Want ik denk, het bedrijf moet wel in een gezond bedrijf naar de kinderen. Ja, precies, dat geloof ik. Ja. Ja. Kun jij dat herinneren? Dat, uh, dat moment met Paul? Absoluut. Uh, anders dan die twee. Ik weet nog exact waar <laughs> ik zat. Ik, uh, ik zat buiten in de zon. Het was 24 graden. En Paul belde. Ik kreeg tranen in mijn ogen. Ik denk: oké, okay, dit wordt het spel waar we gaan spelen. Uh, nee, kan ik nee, niet meer okay. uh, exact <laughs> ik kan, maar Misschien werken jullie toen ook nog niet in een op één coaching nee, met elkaar. Nee, nee. nee oh, oké, okay, ja, dan, dan weet je het waarschijnlijk sowieso niet. Nee, nee dat moment staat, staat me niet bij, maar ik weet wel heel goed hoe Paul binnenkwam en, uh, en de ambitie waarmee hij binnenkwam. En dat ik dacht, kijk, weet je, in de kern kom ik in contact met twee soorten mensen. Mensen die gewoon aan het winnen zijn, die zijn jong, die gaan vol vooruit en uh, die hebben nog steeds een scherpe rand en ja, die, die helpen je om meer te winnen. En ik denk, mensen die al gewonnen hebben in het leven, misschien op basis daarvan, ja, weet je, iets, het leven wordt iets gezapiger, we, we, we hebben wat meer comfort, en die komen ergens tot de conclusie: huh, dit, dit is het ook niet. Het is ik, ik, spice. ik moet die scherpe rand hebben. Ja, terug, precies. Uh, en, en, en dit zijn de mensen die blijven spelen nadat ze gewonnen hebben. Ja, weet je, dus, dus dat is een missie die ik fantastisch vind om, uh, om mee aan te pakken. Ja, en, en wat wordt. Wat ik wel bijzonder vond, ik had vroeger altijd, had ik ook de Gillian gezegd, zo rond 55 dan stoppen we met werken, dan, uh, ja, dan gaan we soort van met pensioen. Gaan we golven. En dat had ik van mijn vader. Ja, Max had het heel goed. Oké, oh, oké. Okay, okay. <laughs> maar in ieder geval, mijn vader was, is met 55 jaar gestopt met werken en uh, heeft zijn bedrijf overgedaan naar mijn uh, oudste broer. En ja, daar had ik toen ook zoiets van, ja, dat is het, dat is perfect. Ja, uh, um, Grappig hoe, hoe makkelijk we eigenlijk. Um, als we niet bewust kiezen hoe makkelijk we in de voetsporen van onze ouders treden. Hè? Gewoon ja. als onbewust een onbewust leven. die leven gewoon, letterlijk een leven erven. erven. Ja, precies. Ja, ja precies. Ja. En uh, ja, voor Lilian was dat. Die was wel mee dat ik dit doe. Ik bedoel, Lilian ze heeft me altijd gesteund in alles wat we gekozen hebben. Want om een bedrijf te kunnen runnen, moet, moet de echtgenote, moet de vrouw, moet het echt volledig supporten. Want Absoluut. Ik was vaak op reis, ik moest vaak weg en zij moest alles thuis regelen met de kinderen en alles. Dus dat is een keuze. Ja. Ze heeft dat altijd volledig ge, ge, gesteund. En ook op dat moment, toen we dus inderdaad kozen voor ja, we gaan nu toch weer het spel spelen, was ze ook altijd degene die dat volledig gesteund heeft. Ja, dat is ook wel, wel heel belangrijk, want voor haar was het natuurlijk wel een beetje teleurstellend. ik had ook van 55, we gaan naar een ander huis, we gaan verhuizen en uh, we gaan het rustig aan doen ander leven. We kopen een camper, we gaan op reis. Ah, die camper niet, <laughs> eh, maar, maar wel, eh, wel wat meer reizen inderdaad. Ja, ja, en ik, voor mijn werk reis ik natuurlijk sowieso al heel veel. Dus dat ja. was misschien niet mijn eerste ambitie. Maar nu is het, als ik nu moet denken aan stoppen, dat is ja. Nee, dat komt niet ermee op. Oeh, Max. Oh, 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 oh. Wacht even. Hier gaan uh. we daar ook nog even op inzoomen, nee, uh. hey, Oh, we hebben wel een oplossing nee, hoor. Ik ga gewoon naar alles verder. Je zet hem gewoon ergens op een bepaalde functie. Nee, schat, hij hoeft hey, zich niet te bevelen. Ja. 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 Hey, Max, jij, jij hebt dus ergens de beslissing gemaakt en met je ouders gecommuniceerd. Uh, pap, Mam, ik heb iets besloten. Ik wil het bedrijf overnemen. Ik wil degene zijn die het bedrijf gaat leiden, en gaat sturen en naar nieuwe hoogtes gaat brengen. En ik ga eerst nog even een paar jaar bij Deloitte blijven. Ja. Wat maakte dat je zei: ik ga eerst nog even een paar jaar bij Deloitte blijven? Ik zat toen al bij Deloitte. Ja. En ik had ook wel zoiets van: ik vind het ook wel mooi voordat ik een commitment voor mijn leven aanga, want het is, het is een lang commitment om een bedrijf over te nemen, wil ik wel een paar jaar ergens anders gewerkt hebben. Wat ervaring opdoen, uh, een aantal andere bedrijven gezien hebben als consultant. Uh, dus dat was eigenlijk de. Beetje hetzelfde als voordat je gaat trouwen? Ja. <laughs> Moet je eerst even gezien hebben wat er is. In de wereld, toch? Nee. Mandy, ik, zoiets <laughs> zou ik nooit doen, Maar ik kan me voorstellen dat andere <laughs> mensen dat absoluut nee, maar, hebben. Helemaal goed, maar dan zit je bij Deloitte natuurlijk bij een fantastische organisatie. Als je uiteindelijk uh, wijsheden en lessen op wilt doen die je mee kan nemen naar, uh, ja, die, naar dat levenslange commitment. Vertel, wat, wat zijn de lessen die jij hebt geleerd bij Deloitte, die jij meeneemt naar HATO? Ja, dat is een lastige vraag. Ik denk dat het heel veel dingen zijn. Het stukje werk in een professionele omgeving. Ja. Het was mijn eerste echte baan. Uh, de, de basics van werk in een team. Uh, meetings met elkaar. Een, uh, een project draaien. Mm -hmm. uh, ja, dat zijn dingen die, die ik meegenomen heb. Aan de andere kant, de projecten die we deden voor bedrijven. Dan kom je met je theoretische achtergrond van de studie. Dan weet je precies hoe het moet en wat de ideale situatie is. En dan kom je in een groot bedrijf en dan denk je van. Toen no. ze dit op deze manier? Dat is echt... Uh... <laughs> hey, dit hebben we zo niet geleerd dat in de theorie. Dit staat niet zo in de boeken. Ja. Nee. Ja. Dus ja. vaak worden ook in grote bedrijven... gaan dingen minder efficiënt dan wat ik toen der tijd zou verwachten. En ik denk dat dat ook wel iets is wat ik meegenomen heb. Dat niet alles uh, volgens het ideale plaatje. Uh. Ah ja, precies. Ja. ja, nou goed, kan ik me goed voorstellen. Als je namelijk bedrijfskunde studeert. en daarin succesvol afstudeert. en dan meteen het bedrijf ingaat. wat misschien nog iets minder gestructureerd was dan die grote bedrijven. Absoluut. <laughs> dan had je misschien. Uh, en, en dan is het ook nog eens uh, je vader die de boel runt. dan had je misschien veel meer um, frustraties gehad. of oordeel daarover gehad. En nu heb je gezien binnen andere bedrijven. oh wacht even, zoals we het op school geleerd hebben. Is allemaal leuk. Ja, zoals we tijdens de studietijd geleerd hebben, is allemaal leuk. Maar in de praktijk, de theorie is niet altijd wat, hoe het in de praktijk werkt. Ja, in ja. de praktijk heb je toch iets meer boerenverstand nodig. Ja, ja. ja. Nou, gelukkig hebben jullie dat, want dat is de achtergrond: boerenverstand. Absoluut. <laughs> Absoluut. Ja, oké. Okay. Boerenverstand werkt altijd. Ik had vroeger een, uh, ik heb ook trouwens dezelfde studie max gedaan, bedrijfskunde. Maar... Oh, oké. Okay. Oh, leuk. En we hadden een uh, professor in de logistiek. En die zei altijd: uh, mensen, zegt hij, logistiek, dat is gewoon het uh, boerenverstand gebruiken. En zei die: U zult er voor stel van staan hoe weinig mensen daarover beschikken. Daar, uh, ja. Nou, die uh, is vaak uh, waar gebleken. Die, uh, dat ja. denk ik ook, ja. <laughs> dat denk ik ook. Hoe lang heb je uiteindelijk bij Deloitte gewerkt? Uiteindelijk heb ik er twee jaar gewerkt. Twee jaar gewerkt. En toen uh, heb je besloten: het is goed geweest. Ja, toen, toen hadden we een gesprek. En mijn vader, die zei: Onze operations manager bij h die gaat weg. Hmm. En ik had, want ik zei net al: ik, Mijn plan was om van drie tot vijf jaar bij Deloitte te werken. En toen zeiden we, ja. Dit is eigenlijk wel het perfecte moment voor jou om te beginnen. Want je hebt heel veel ervaring en uh, je hebt een supply chain achtergrond. Je hebt uh, als supply chain consultant gewerkt. Dus dit zou de perfecte plek zijn voor jou om in te stromen met het bedrijf. En anders dan moet ik iemand anders voor gaan zoeken. En dan is die plek vervuld. Dus dan moet je iets anders gaan verzinnen. Ja, dus die moment dus, diende, dat, diende zich in één keer aan. Ja, precies. Ja, precies. En toen? Toen zei jij? Toen heb ik gezegd, ja, dat, dan gaan we dat in gang zetten. Ja, ja. en toen, vertel, hoe was dat? Hoe, uh, dan, dan, dan kom je in het bedrijf. In het bedrijf waarvan jij weet, ik ga dit uiteindelijk overnemen, de leiding hier. Hè? Um, hoe is dat? Want je komt toch binnen als jongen. Ja, en, 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 zo misschien, van. en misschien dat ik toen nog niet zo dacht van, ik ga per se de leiding overnemen. Maar ik wist wel, ik ga het bedrijf overnemen. Okay, ongeacht ja. in welke positie in het ja. bedrijf ik dan zit. En ik denk dat ik dat ook altijd wel... Um, ik heb altijd gedacht van de persoon die het meest geschikt is om een bepaalde functie te vervullen in het bedrijf, moet die functie vervullen. Dus ik heb ook nooit de ambitie gehad van ik wil CEO worden, uh, omdat ik dat wil worden, omdat nee, ik dat, dat daar een bepaalde prestige of wat dan ook achter zit. Ik heb altijd de gedachte gehad dat als er iemand anders in het bedrijf dat zou kunnen vervullen, die dat beter zou kunnen vervullen als wat ik dat nu zou kunnen doen, dan zou moeten ik, we dat doen. Dan moeten we ja. dat absoluut ja. doen. Ik vind dat sowieso de meest gezonde gedachte. De, de, vaak de minste leiders zijn degenen die gewoon op een leiderschapspositie willen staan. Het voor, voor het aanzien doen. of. Ja, ja, inderdaad, voor positionele krachten die, die een positie met zich meebrengt. Dat vind ik wel een hele rationeel, gezonde gedachte om er zo in te staan. Oké. Okay. En dan start je als operationeel manager. Was er, uh, was er een, een, een mooie afdeling? Was het gestructureerd? Was het, uh, waren er goede processen? Was het goed georganiseerd? Wat je werk te doen? Um, om iets context te schetsen over onze operatie. We hebben een fabriek ja. in China. Ja. Daar, het meeste operations, dat, dat is allemaal daar. Daar hebben we ongeveer 100 mensen die in de productie bezig zijn. En dat was een... Zeg maar, dat viel een beetje buiten de scope. Want daar zijn een andere manager op die daar operationeel regelde. En in Nederland hebben we distributie. Dus we hebben klein stukje productie, uh, logistiek en uh, demand and supply, een dus stukje inkoop. En die afdelingen werden allemaal gerund door een eigen leider. Dus dat was op zich redelijk goed gestructureerd. Alleen waren we er wel wat verbeterde processen die we konden invoeren om efficiënter te kunnen werken. Oké, okay, en dat heb je gedaan? Daar ben ik inderdaad, uh, dat heb ik gedaan. Daar ben ik mee bezig geweest. Hoe ziet dat er praktisch uit? Als, nu luister ik mee. Denk ik, oké, okay, dat zijn allemaal bekende termen. Maar oké, okay, jij ja, start dus even praktisch gezien, hoe, hoe ziet dat eruit? Jij, jij kijkt naar wat er gaande is. Wat was het eerste wat je aanpakte? Uh, in het begin er was een ad interim, dus hij heeft me ook een beetje meegenomen die tijdelijk die Operations Manager functie had overgenomen. Dus ik heb heel veel gesprekken met hem gehad. Hij heeft me ook heel veel geleerd van hey, dit is wat er nu speelt, uh, dit is wat er allemaal gaande is. En uiteindelijk ga je gewoon verdiepen. En ga je kijken welke producten hebben we allemaal, welke mensen zitten er allemaal Je gaat gesprekken voeren met iedereen in het bedrijf. Uh, je gaat kijken hoe lopen de processen, wie zijn onze klanten, uh, waar gaan onze orders naartoe. Dus je wilt het hele proces in kaart gaan brengen. Ja, dus en... dan plaats je eerst in, in eerste instantie uit. Zijn er dingen die dan al opvallen als je bijvoorbeeld spreekt uh, met personeelsleden? Ik weet niet of je het nog kunt herinneren, maar daar leeft het een beetje. Je, je kunt van buitenaf alles weten over een organisatie. totdat je de mensen in zo'n organisatie spreekt, dan krijg je soms een ander beeld. Um... Ja, ik heb daar niet echt per se een concreet voorbeeld van. Je, je gaat er wel zien van, oh, dit zijn wel dingen die we beter zouden kunnen doen. Ja. Als het dat, 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 dat gedaan Ja, hebben. ik kan me zo voorstellen dat je als je Um, dan nieuw binnenkomt en je komt in zo'n positie dat je inderdaad, je wil met de klant spreken, met personeel spreken, je brengt de processen in kaart en op een gegeven moment heb je zo'n soort van map voor je M misschien letterlijk visueel, ik ben echt zo iemand die met mm. stift en kleurtje uit gaat tekenen of niet, maar je begint, je begint dots met elkaar te connecten, je begint waarschijnlijk te zien hey, hier kunnen we een proces verbeteren, daar kunnen we verbeteren, dat, ja. dan kan ik me zo voorstellen dat dat zo loopt. Ja precies, je gaat kijken waar kan ik op dit moment het meeste bijdragen ja. en wat moeten we gaan uh, wat is een nieuw verbeterinitiatief wat we gaan, kunnen gaan uitrollen en uh, uiteindelijk het doel van Operations Manager bij ons is zorg dat alle, alle klanten op tijd de bestellingen krijgen. Ja, precies. Dus nou. dat... uh, Max is wat bescheiden hier, denk ik. Oké, okay, uh, uh... ja, heel goed. Heel goed. <laughs> <laughs> wat, ik, wat ik zag voordat Max kwam, is dat, uh, dat in het bedrijf de afdelingen nogal geïsoleerd waren. Dus iedereen deed zijn en daardoor gingen dingen ook niet perfect. Dus mm. uh, logistiek zorgde misschien dat zijn vorderboord was of niet. Hè. Dat, was, dat, was, dat, was, dat stond wel heel erg onder spanning. Uh, maar iedereen werkte voor zijn eigen hakje. Dus er was geen verbinding. Mm. En toen Max ja, is gewoon als, uh, als operations manager toen ging hij veel meer mensen uitdagen. Dus in plaats van uh, dat normaal operations zo klagen als er een order kwam van, uh, van verkoop, van dit moet snel weg, also, oh, kan het niet uh, wat langer en dit en dat, was Max meer van: hey, kom uit orders, ik zorg ervoor dat ze eruit gaan. Dus daag me uit, probeer mij maar eens, probeer maar eens te zorgen dat ik niet kan leveren. Mm. Dus Max was veel meer die afdelingen aan het verbinden met elkaar. Ja. En dat, heeft, ja, dat, was al, uh, dat was echt opvallend. Ja, en dat, dat, was, dat, dat was ook leuk om te doen. Ik heb dat een, maar ik denk dat de grootste uitdaging op dat moment, wat ik net zei, onze fabriek in China, dat is op, qua operations het meest complexe stuk. Ja. En hoe beter informatie zij krijgen, hoe beter zij hun uh, plannen kunnen uitvoeren. Dus ja. dat is ook wel iets wat we uitgerold hebben, is om een betere sales forecast, of überhaupt een sales forecast te maken, en die te sturen naar China. Zodat ze een idee hebben van, oké, okay, dit gaan we de komende maanden moeten produceren. En wij krijgen bepaalde flow en producten die naar Nederland komen. Hmm. Nou, 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 zijn er een hoop ondernemers die luisteren en die zullen dingen herkennen als: huh, als ik kijk naar ons bedrijf, ik zou willen zeggen dat we een team hebben, maar eigenlijk is het een comité, we hebben meer eilanden. Als ik luister, is het de, de, de flow van informatie, het op de hoogte houden van mensen, uh, uh, is, is een van de dingen en die je hebt geleerd. Vooruitkijken. Ja, vooruitkijken. Dus je wilt mensen mee meenemen, inderdaad. En ook uh, mensen laten zien van: oké, okay, waarom is deze, uh, als jij deze informatie mij geeft, waarom is dat belangrijk en welke impact kunnen we daarmee maken? En als mensen dat zien, dan. Vinden ze dat ook weer leuk ja, om daar mee te doen? Ja, oh, goed. En dat heb je een jaar gedaan. Dat heb ik iets meer dan een jaar gedaan, ja. inderdaad. Ik wil oh. trouwens ook geen beeld schetsen dat wij geen eilandcultuur hebben, Totdat dat helemaal perfect is. Maar, nee, maar uh... <laughs> ik, ik denk dat dat, ik denk dat een eilandcultuur eigenlijk automatisch ontstaat. En zolang een leider. Blijft verbinden, kun je daarvan wegblijven. Heb je een periode dat je als leider heel druk bent, of uh, uh, grote projecten draait of zoiets dergelijks, en er gaat wat minder focus naar het verbinden, dan zie je automatisch dat iedereen terug gaat naar zijn eigen eilandje. Ja, maar dat is wat mij als ervaring we is. heel eerlijk zijn, verschillende afdelingen zitten misschien op verschillende locaties of op verschillende. Verdieping in dezelfde kantoor. Type mensen dan spreken we waar... over eilanden. Wat, wat we eigenlijk denk ik in de kern vaak bedoelen, is er wordt gewoon maar beperkt gecommuniceerd. Precies. En we zijn beperkt op de hoogte. Ja. Maar dat is verbeterd. Uh, en waar ik van houd, uh, hij zit hier en dan zegt hij niet, uh, weet je wel, dat is het van uh, nou ja, daar hebben we allemaal perfect geregeld. Nee, nee, nee. Ik zeg niet dat we er zijn. En ik vind als ondernemer, uh, wil je überhaupt scherp blijven? Van, goed, weet je, je, je wil eigenlijk altijd een volgend level blijven zien. Want vanaf het moment dat het is, we zijn er. Dat is de garantie dat dingen in gaan zakken, hoor. Oh, daarna, ja, ja. Dat, uh, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar Max, die wist na iets meer dan een jaar wel: oké, okay, dit operational stuk hebben we prima onder controle. Kunnen we nog verbeteren, maar staat goed. Hebben we daar iemand anders neergezet? Daar ja, op dat moment niet iemand anders neergezet. En de gedachte die ik op dat moment had, is: ik, ik wil meer impact maken op deze organisatie. Ja, ik wil de organisatie helpen groeien. En op dat moment, toen ik daar zat, was onze grootste bottleneck die we hadden: was sales. Als we meer sales zouden draaien, zouden dat als operations relatief makkelijk aankunnen op dat moment. Dus uh, ik had iets van, ik wil daar een bijdrage aan leveren. Het is wel belangrijk wat Max hier zegt, want uh, er zijn heel veel bedrijven die andersom werken, Max. En die brengen zichzelf daarmee in de gevarenzone. Die zijn namelijk heel erg gefocust op meer sales, maar hebben niet eerst gezorgd dat operations op orde is. Dat zodra er meer sales komt we ook daadwerkelijk kwaliteit kunnen blijven leveren. Jij zag, hé, hey, wij kunnen eigenlijk meer aan. We hebben alles zo goed op orde hier. Niet perfect, maar goed op orde. We kunnen meer aan. Dus als ik nu impact wil maken op de organisatie... dan moet ik naar de commerciële kant. Ja. Want eigenlijk, Paul, is, is het eigenlijk niet gewoon een commerciële jongen? Ja, absoluut. Ja, absoluut. ja <laughs> dat, ook, leuk, dat, dat doet je ook liefst. Maar... <laughs> commercieel, maar ook nog één ander ding... wat we heel makkelijk over het hoofd kunnen zien. Ik heb het nu drie keer gehoord. Ik ben gaan kijken naar waar kan ik bijdragen. Ja. En dat is wat een ondernemer moet doen. Waar kan ik de grootste impact maken? Los van wat iemand leuk vindt om te doen. Of wat, wat hij of zij belangrijk vindt. Wat is het meest waardevolle voor de organisatie? En dat is waar je op focust. Uh -huh. En dan is het logisch dat we gaan naar... Oké, okay, we hebben de, hier nu de boel naar een, naar een volgende level getild. Dus als, als daar meer druk op komt te staan, dat kan ook. Dus dan spreken we over sales. Ja, ja right. precies. Dus daar wil ik een bijdrage maken. Ik wil ook wat meer... Uh, onze klanten gaan ontmoeten, naar de klant toe gaan, zodat ik ook vragen kon stellen wat kunnen we als bedrijf beter doen en uh, die mag ik beter gaan begrijpen. Dus dan ben ik ook meer ah, naar beurzen gegaan. Dat klinkt herkenbaar. Uh, klinkt als ja. 1998. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, dus ik ben mee met het team naar beurzen gegaan. Ik had een paar landen die niemand deed. Uh, ben ik daar uh, uh, aan begonnen, uh, daar naartoe gegaan. En dat deed ik eigenlijk naast de operations functie. Dus binnen de operations hadden we drie leiders die allemaal een eigen afdeling pakten en dat deden ze gewoon goed. Hm. Dus uh, daar. Zeg maar voor om de motor te laten draaien hoefde ik me daar niet mee te bemoeien. Ja, je had de structuren neergezet en, en het, het werkte. Ja, en het werkte en de communicatie was goed ja. en ja. Uh, met, dat met werd... de goede mensen op de goede plek. Exact, ja, ja. Oké, okay. en dan en dan uh, dan word je de commerciële man. Ja, toen oh. zat ik dus in het sales team. Ja. En uh, eigenlijk op dat moment is de commercieel uh, directeur die we toen hadden die was, die uh, was weggegaan. Uh, toen viel er een gat en toen hebben we een nieuwe aangenomen, maar die kon pas vier of vijf maanden later beginnen. Daar zat al een heel lange tijd tussen. En dat was een heel groot gat. Dat was echt een positie die op dat moment wel echt vervuld moest worden. En toen heb ik eigenlijk gezegd: Oké, okay, ik doe dat voor die vier maanden, totdat die nieuwe man is aangenomen. Dan ga ik gewoon zelf veel meer sales doen, want ik wil eigenlijk ook gewoon zoveel mogelijk naar het buitenland gaan en klanten gaan moeten. Dus uh, ik heb dat vier maanden gedaan. Dus voor jou was het eigenlijk oké: okay, ik offer me op voor vier maandjes. En daarna ga ik weer doen uh, ja. wat eigenlijk de bedoeling was. Max wil gewoon altijd weer winnen. Oh, dat zie het, je dat zijn. Ja, <laughs> okay, ja. Als commerciële rakker. Hij wil winnen. Oké, oké. Nou, ik ga er nog één keer uitwijzen. <laughs> want ik vind het wel echt heel goed. Dus um, als ik jongeren spreek en die ambitieus zijn, die zeggen allemaal: ik wil manager worden. Ik wil de leider worden van dit. Ik wil de leider worden van dat. En dan stel ik ze de volgende vraag: waarom? En in de kern heb ik. Zelden antwoord gehoord. Laat ik zo zeggen. wat want ik, wat ik eigenlijk uit? nooit hoor, is. omdat ik zie dat ik daar de meeste bijdrage kan leveren. of iets in die richting. Dat, dat, het gaat niet om hen, maar het gaat om wat zij kunnen doen voor het bedrijf. Uh, daar hoor, hoor ik eigenlijk nooit. En, en dus de tweede keer dat je dus terechtkomt op een functie. waarvan je zegt: oh, de leidinggevende functie. wat er heel aantrekkelijk uitziet voor mensen. want nu ben ik de leider van, van de salesafdeling. Maar daar zit je, omdat je ziet. Dat, dat kan nodig. ik gewoon het meeste bijdragen. Mm. Ja. En het, ik denk zelfs op dat moment dat het voor mij niet eens zo heel aantrekkelijk uitzag. Want ik had wel een stemmetje in mijn eigen hoofd eruit. Ik dacht van ja, dan kom ik daar in die positie. Met ons sales team. Die gaan allemaal denken, oh, daar komt het zoontje van de baas. Die komt even die positie uh, pakken. En ik, ik had daar op dat moment wel wat moeite mee. Mm. Ja, dit is, dit is een goeie, Want jij, jij wijst precies op iets waar denk ik veel mensen van een tweede, derde generatie mee rondlopen. Uh, jij ging als kind mee de, de stal in, hè? en uh, dus sommige mensen kennen jou misschien, weet je wel van, van menneke. En nu sta je daar, en nu moet je zo'n bedrijf leiden. Hoe ga je daarmee om, Max? Jij loopt rond met ja, ze zien me hier als het zoontje van de baas. Bij wijze van hoe ga je daarmee om? Uh, ik had daar, ik vond dat lastig om, om daarmee om te gaan, maar uiteindelijk heb ik gewoon gekeken wat moet er gedaan worden. Mm. Uh, ik ben een plan gaan maken van oké, okay, dit is een target waar we naartoe kunnen werken, en dit moeten we ervoor gaan doen, en deze mensen moeten we extra gaan aannemen. En, ik vond het op dat moment wel heel erg leuk om mensen daar mee te gaan nemen. Van kijk, dit is wat we met z'n allen kunnen gaan creëren. Max en... heeft de, de gave om gewoon niet heel erg gefocust te zijn op zichzelf. Ja, ja. je bent gewoon gefocust op zien wat nodig is voor de organisatie, voor de mensen in de organisatie en dat is waar je je aandacht aan geeft en waar je actie op onderneemt. Ja, ik, denk, ik ben zeer doelgedreven, ja. maar ik vind het eigenlijk het allermooiste om dat met een groep mensen te doen. Ja. En om mensen daarin mee te kunnen krijgen en als groep te winnen, ja, dat, vind ik, dat vind ik echt heel gaaf. Je wint liever met de groep dan dat je wint alleen. Absoluut. Ja, absoluut. ja, maar dat is ook wel, dat is absoluut hoe je overkomt. Oké, okay, en we zijn nu twee jaar verder. Zou ik dat goed we zijn nu uh, iets minder dan twee jaar verder. Toen is uiteindelijk de nieuwe exact. commerciële, is die, die is gekomen, yeah. die is begonnen. Die heeft denk ik een maandje of drie, vier bij ons gewerkt. En toen had hij zoiets van, dit van, is toch niks voor mij. Oké. Okay. Dus ik ga weer iets anders doen. Dus en, jij had een maandje of drie, vier je klanten kunnen bezoeken, buitenland reizen, beurzen. Ja. Yeah. En toen? Um, ja, toen kwam, dat was voor mij dan ook wel een shock. Toen ik dacht van, ah, we hebben nu net het staan, we gaan ons team uitbreiden, we gaan groeien en nu gebeurt dit. Ja. Yeah. Wat gaan we nu doen? En toen had ik al zoiets, ik heb het vier maanden gedaan. En uh, ik heb ook veel geleerd van, uh, van die persoon die er toen vier maanden geweest is bij ons. Uh, we hadden, ik had samen met hem ook plannen uitgewerkt voor het jaar na. En ik dacht van oké, okay, ik kan dit. Uh, ik heb er wel vertrouwen in dat ik die positie kan pakken uh, voor dit jaar. Ja, was ik een heel ervaren man. Hè. Ja, absoluut. Ja, oké. Okay. Dus hij heeft alle wijsheden in die, in die drie tot vier maanden overgedragen die hij over kon dragen. En toen dacht jij, weet je wat, ik heb die ervaring al. Ik heb deze kennis en wijsheden er nu bij. We gaan ja. gewoon door. Ja. En dat is de positie waar je nu nog steeds in zit. Dat is de positie waar ik nu. Ja, nu is, zit ik een beetje in een transitiepositie. Ja. <laughs> maar dat is dat is wel een positie die ik dit hele jaar gedaan heb. Ja. Uh, eigenlijk voor dit jaar begonnen ben. Uh, en daar hebben we heel plan uitgezet. We hebben het team helemaal uitgebouwd. Uh, we hebben acht nieuwe mensen in ons verkoopteam aangenomen. En uh, dus we hebben het team wel in dit jaar flink uh, gebouwd. En het ja, vertel daar eens iets over, want um, um, jij start. Als commercieel directeur, hoe je dat ja. ook wil noemen. Wat, waar, waar kijk je naar op dat moment? Wat moet er volgens jou gebeuren uh, bin, binnen die afdeling, binnen Sales, om te kunnen gaan winnen? Wat ik toen zag, uh, wat, waar, wat, we dus eigenlijk, wat ik dacht van oké, okay, dit doen we niet goed, is we hadden niet echt een, uh, een, we hadden niet echt een heel duidelijk plan. Niet iedereen wist, iedereen individueel in ons team wist precies wat ze moesten doen. Of precies die dacht van, oké, okay, ik, ik heb dit target, dit ga ik doen. Die wist de soort van wat ze moesten doen. Maar iemand anders in het team, die wist niet de target van de anderen. Mm. Dus het was heel erg... Uh, en dan zaten er nog een beetje dubbele... Uh, iemand zei, ik ga omzetten deze klant halen. En iemand anders had dat ook. Dus dat, het totale plan klopte daar ook niet echt okay. heel erg. Ja. Okay. Dus, het was geen team. Het was ge het, ze hadden geen duidelijke richting waar we nee, naartoe moesten gaan als precies. heel team. Dus uiteindelijk uh, zijn we de plan gaan uitwerken. Uh, hebben we ook hebben we gezegd van... oké okay, dit is ons target voor dit jaar. Dat willen we, dat willen we gaan halen. Wat... Hebben jullie dat samen? Want je zegt we. Hebben jullie dat ja, echt uh, Ik had dat toen nog gaan gewerkt... met de commercieel directeur die er okay. voor mij zat. Die is ja. uiteindelijk al weggegaan. Toen heb ik dat hele plan afgemaakt. Uh, ook samen met het team. Dus ik heb ook in het team gevraagd van... Hey, is dit wat hier staat, is dat realistisch? Denk je dat jij dat kunt doen voor het jaar. Hmm. En dat zijn we eigenlijk gaan ophalen het hele team. En toen kwamen we erachter van... we hebben nog een heel aantal mensen aan te nemen... want anders gaan we dat niet kunnen halen. Ja. Dus, uh, en ik denk uiteindelijk dat plan neerzetten, het team daarin meenemen en de organisatie meenemen in het stukje van oké, okay, volgend jaar is dit ons plan. Dat is een heel stuk groei en dit is hoe we het gaan doen. En dit is wat we van jullie verwachten om Ken dit te kunnen dat, realiseren. Kun uh, je dat ons heel, heel simpel uitleggen? Als in, dit is ons plan, dit is de groei, waar stonden we, waar wilden we naartoe en, en, en wat waren de, even de, de boerenverstand correcties, zeg maar, gewoon voor de, voor de luisteraars, simpel. Ik denk het, de, het meest simpele is het, het daadwerkelijke commitment verkrijgen van de mensen in het sales team. Ja. Dat zij ook zeggen van oké, okay, dit kan ik gaan realiseren. En tot wat, zij... wat vroeg jij van ze? Wat, wat deden ze voorheen en wat vroeg je nu? Ik zeg ben wel. gewoon aan hun gevraagd, wat, denk, wat, wat is realistisch om in dit gebied van de wereld, ik heb het vorig jaar dit gedaan, hebben, wat kunnen we dit jaar gaan doen? Wetende dat we iemand extra gaan aannemen, deze nieuwe producten hebben en... en uh, ja. Dit, dit extra hebben. En, en er was er een bepaald percentage in groei? We zijn, want we, we wisten dat straks, we zijn geëindigd op 12 miljoen na 10 jaar. Waar staan we ondertussen? Of waar stonden we twee jaar geleden bij? Dat is nu wel weer een klein beetje teruggezakt. Ja. Dus ik denk dat dat aan het begin uh, van het afgelopen jaar rond de 9 miljoen ja. geëindigd was. En we hadden exact. een plan geschreven voor 14. Oké, okay, dus we zijn in een jaar gaan we van 9 naar 14 miljoen. Ja. Helder. Oké. Okay. We gaan van Logisch ook dat het even teruggezakt was, want Paul Was eventjes teruggezakt, hè? Dus ja, dan. Ja, nee. ja, dus dan krijg je en, dan. ja dat staat er meer redenen natuurlijk. achter. Dat <laughs> is oké. Dat doen wel wat dingetjes in de markt die, uh, waar, waar elke bedrijf in onze sector wel last van had. Maar dat vind ik wel maar, interessant. Maar om tegelijkertijd is te natuurlijk ook er gebeuren dingen in de markt. Maar iemand die daar bovenop zit en scherp is, zal er anders op anticiperen dan iemand die met meer naar de achtergrond is verdwenen en, en met hmm. minder aandacht en focus heeft, natuurlijk. Ja, ja en, en bovendien dat ik natuurlijk ook met alles bezig was in het bedrijf. We hadden natuurlijk een uitdaging in de, in de verkoop. Dat, dat, dat was natuurlijk de kern. Uh, we hebben ook een ontwikkelafdeling. Daar zijn ook allerlei veranderingen doorgevoerd. En op dit moment werkt die supergoed. Uh, maar dat had ook aandacht nodig. In China, daar waren ook wel dingetjes gaande. Dus er moest ook nog gekeken worden. Zo was het dus de, vooral... de organisatie stond... Voor, voor jou om te leiden was eigenlijk te, te ver verspreid. Te verspreid, ja, precies. Ja. Ja, ja. misschien niet de juiste mensen op de juiste plaats. Wat Max bijvoorbeeld onder andere gedaan heeft binnen logistiek, was het. Ja. Uh, ja daar zaten ze eigenlijk al. Ja, oké. Okay. Ja, ja, de, 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 de tijd plaats. dat ik daar wegde, hebben we geen nieuwe mensen. Nee, er, mo er moest ja. alleen er moest meer communicatie toegevoegd ja, worden. Maar ja. Jij zit dus met jouw sales team. En jij zegt: mannen. Alleen maar mannen of ook vrouwen? Nee, we hebben ook best wel vrouwen in onze Oh, sessie. mannen en vrouwen, dames en heren. We hebben afgelopen jaar 9 miljoen gedaan. En komend jaar gaan we er 14 doen. Ja. Even heel plat gezegd. Je hebt dat met hun overlegd en je hebt gekeken. Mm -hmm. uh, uh, hoe en, en, en dan? Wat, wat zijn de belangrijkste correcties? Wat, wat is het belangrijkste wat je daar gedaan hebt? Het, uh, in die specifieke meeting? Ja, niet in die meeting, maar gewoon vanaf, vanaf toen. Want ja, is het, is, wat, wat heeft uh... de groei op dit moment gerealiseerd? Ja? Ja, exact. Ja. Ja, dus ik, doet iets het, goed. Het, het allerbelangrijkste is um, iedereen wist precies wat ze moesten doen. Uh -huh. En iedereen wist van elkaar wat ze moesten doen. Oké. Okay. Dus en dat werd ook iedere maand gewoon gerapporteerd naar het hele team. Van uh, al deze landen en deze klanten staan allemaal in groen. En deze staan in geel of in rood. En dat kon iedereen van elkaar zien. Dus ik kreeg echt dat, uh, dat teamgevoel van we nou, moeten dit als team gaan realiseren. Ziet dat ook door het jaar heen werd dat steeds meer de energie ging stijgen? Van we lopen voor op target, we zijn lekker bezig. Dus dat heeft daar, denk ik, wel heel erg in bijgedragen. En uh, ik wat... Hoe zorg jij, sorry dat ik je onderbreek, maar hoe zorg jij dat hey, deze landen staan in groen, die in oranje of geel en die in rood? Uh, zit dat gekoppeld aan bepaalde personen in, de, in het sales team? Ja, die, dus ieder, die... ieder land of. Zit gekoppeld aan ja. iemand. Ja. Hoe zorg je ervoor? Want jij zegt dat creëerde natuurlijk een team. Maar ik kan wel wat bedrijven voor me halen die dat gedaan hebben, wat helemaal geen team creëerde, maar waardoor mensen eigenlijk meer een soort van concurrenten van elkaar werden. Ja. Dat, wat wij dus doen in ons bedrijf, onze sales bonus, <laughs> ja. is gebaseerd op totale target. Oké. Okay. En dan krijgt uh, iedereen hetzelfde percentage bonus. Op ja, helder. Dus ze moeten samenwerken. Dus als iemand, uh, iemand meegeveeld doet en iemand doet niks, dan krijgen ze allebei dezelfde bonus als ja. de bonus gehaald wordt. Dus ja. het, is echt een team, uh, het is echt een teamspel. Ja, helder. Betekent ook dat je heel kritisch moet zijn op de mensen die erin zitten. Want als er iemand is die er halve bakken meeloopt, uh, gaat het team dat niet lang accepteren. Precies. Ja, Precies. <laughs> dus, ja nee, absoluut. En ja. Dat, dan heb je dat, het team gaat elkaar ook motiveren. Want als Precies. iemand in orde binnenhaalt, dus dat uh, heeft dat natuurlijk een ja. voordeel voor iedereen in het team. Ja, helder. Oké, okay, oké. Okay. Dus dat is een belangrijke correctie die je hebt gemaakt. En dat is aan het werken. Dus, Paul, we zijn weer aan het groeien. En, en we zijn weer naar nieuwe hoogtes aan het stijgen. En, en afgelopen jaar, in het begin van het jaar, hebben jullie geïntroduceerd dat januari 2025, of eigenlijk in 2024 nog, uh, de leiding van de organisatie overgedragen wordt naar Max, toch? Ja. Dat ja, dat hebben jullie in een, een team meeting ja. geïntroduceerd. Hoe is dat ontvangen allereerst? Goeie vraag. Ik denk dat sommige mensen uh, zoiets wel hebben van: oké, okay, ja, dat, dat is een goede verandering. Uh, Max uh, met goede, frisse energie gaat dat, uh, gaat dat doen. En misschien dat sommige mensen wel daar anders over gedacht hebben. Ja, uh... nee, ik geloof dat niet. Ik denk dat de meeste mensen, omdat Max is eigen mensenmens, uh, is hmm. met de mensen bezig, is voor de mensen. Uh, Max ligt gewoon heel goed bij de mensen, omdat hij ook altijd voor ze is. Ik denk dat de meeste mensen dit wel zien als een uh, logisch gevolg. Eigenlijk. Logisch gevolg. En, ja. Uh, ja, ik denk dat dat als uh, ik denk niet dat er mensen zijn die dat niet als positief zien. Nee, oké. Okay. Ah, Max, niet ja, zo bescheiden. Ja. Ja. Nou, Paul, wanneer wist jij? Want daar zijn wij natuurlijk super benieuwd naar. Uh, en zeker een, een, een luisteraar die te maken heeft met de overdracht van een familiebedrijf en die staat in jouw schoenen, Paul. En die heeft kinderen in de organisatie werken. Wanneer wist jij Max is er klaar voor? Of ik ben er klaar voor? Ah, beide, beide, Ja, heel belangrijk. Uh, nou, ik, ik was op een gegeven moment wel achter, maar uh, <laughs> voor Max, um, er gebeurden natuurlijk allerlei uh, zaken waren in ontwikkeling en natuurlijk uh, we vonden het was belangrijk dat Max eerst het bedrijf ligt kennen. want ja, misschien werkt hij dan ja en denkt je van, Jezus, ik dacht, uh, huh? ik dacht, ik dacht dat het niks, leuk was. Ik heb Ja, precies. Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, dus. Uh, maar op een gegeven moment zie je hoe Max groeit in dat bedrijf en hoe die in dat sales team uh, opgaat en hoe die daar met mensen met zich meekrijgt. En dat er ook veel meer verbinding tussen de mensen in het team ontstaan. Ja, dan denk je als je dit in een heel bedrijf doet, is het natuurlijk, gaat dat natuurlijk enorm uh, bedrijf enorm vooruit helpen. En ik wil mezelf ook niet er niet doen, maar <laughs> ik ben Max is daar gewoon veel sterker in dan ik dat ben. En, Wat maakt dat Max sterker is? Max is sterker in het... Uh, ik denk van nature dat Max gewoon veel meer interesse heeft in de mensen. En ik van nature uit meer misschien de techneut ben. Ik ben meer geïnteresseerd in de dingen. En misschien iets minder in de mensen. Ja. Ik heb dat nu wel... Ja, ik denk dat, ik dat, dat daar ben ik wel in veranderd. Ik heb daar nu veel meer interesse in. En ik ben veel meer geïnteresseerd in de mensen. Ik vind het ook veel leuker nu. Ik, ik kan me ook, ook wel voorstellen dat dat erin gedrild is de afgelopen jaren bij een bepaalde organisatie. Ja, 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 ja precies. Ja, zeker. Ja, ja. En dat, uh, nou, dat, dat bevalt wel goed. Want het, is, het geeft wel uh, ja, het is gewoon veel leuker. En je krijgt ook Absoluut. veel meer gedaan met mensen. En, en ik moet zeggen, waar ik voorheen altijd een beetje vaak het idee had van ik kan het zelf allemaal beter. Zie ik nu gewoon dat het team het echt veel, veel beter kan. Mm. We hebben een ontwikkeld team. Ik ben zelf een techneut. Ik denk, ik weet het wel beter. Nou, keer op keer verrassen ze me met dingen en ik denk van, wow, daar had ik even niet aan gedacht. We hebben ze goed gezien. Hebben ja. ze goed bedacht. Precies. Ja. dus... Ik heb daar geleerd, ik denk, dat kan ik helemaal loslaten. Ik kan het helemaal overlaten aan die mensen. En het is ja, meer het begeleiden. En ja, die interesse in mensen, dat, dat maakt het wel een stuk leuker. Maar Max heeft zelf. dat van nature altijd gehad. En, en dat maakt wel een verschil. Zie jij in de afgelopen drie jaar dat Max echt een verbinder is dan in de organisatie? Dat ja. er een heel nieuw spel aan het ontstaan is? Absoluut. Is Absoluut. dat, um, want ik, ik zou willen vragen, wat heb je de afgelopen drie jaar concreet gezien? Waardoor je zegt, ja, Max is er klaar voor. We kunnen hier gewoon voor gaan. Deze overdracht is uh, appeltje eitje. Uh, yeah. <laughs> is, is dat specifiek oh. dat? Zijn er meer dingen die je gezien hebt? Het uh. is dat. Het is ook hoe die, uh, bijvoorbeeld in de markt al met, uh, we hebben vaak zo'n conferentie of een beurs, maar in een conferentie zie je dat duidelijker. Dan, dan spreek je heel veel mensen, eigenaren van grote PMV-bedrijven of andere bedrijven. En dan zie hoe Max daar de interactie met die mensen is, hoe die komt vanuit een... Uh, ja een, een zekere rust, maar ook een verbinding, niet needy, uh, maar wel ja. commercieel, maar wel een zekere zin commercieel, ja. maar ook weer geïnteresseerd in wat precies. daar speelt en ja. ja en dat ja, ik denk dat dat wel het moment is geweest dat ik denk van ja dit kan ik rustig overlaten aan Max. Ik hoef zelfs naar die conferentie niet mee, Alhoewel, wel gaan we wel doen Max, maar <laughs> <laughs> dat, dat hoeft maar, niet, dat <laughs> hoeft niet ja. meer het is ja precies, precies, omdat het leuk, precies, is. Precies. Omdat ja. leuk is, inderdaad ja. omdat het hartstikke leuk is, maar dus uh, ja, dus toen dacht ik ja, hij is er echt wel klaar voor. Niet alleen vanuit de commerciële functie, maar ik weet ook zeker dat hij andere functies kan meenemen. En het team zijn er ook klaar voor. Nou moet ik zeggen: bij, bij familiebedrijven, uh, Max heeft bewezen: oké, okay, ik, ik kan resultaat boeken. Ik ben op mijn plaats in de organisatie. Precies. Dus dan moet je moet jouw vertrouwen geven. Nou, nou kan ik me wel herinneren dat we ooit een gesprek hebben gehad. En ik denk met name Lilian, jouw vrouw, die zei. Uh, nou, uh, Paul, ik denk wel dat Max er klaar voor is. En sterker nog, dat zei zij tegen mij. Met... Op een feestje. Wij hebben een ja. feest georganiseerd in Maastricht, de Night of Spectacles. En toen, ik weet het nog goed, ik zat met haar. Uh, we waren allebei als dames bij het toilet geweest. En we zaten op zo'n, uh, ja, hoe noem je dat, in een halletje zeg maar, op de eerste verdieping bij het toilet. Het was later op de avond. We zaten allebei op een stoel. Volgens mij hadden we onze hakken uit. Want we hadden allebei geen zin meer in die dingen. En uh, toen raakte ik met Lilian in gesprek. Ik had haar nog niet eerder ontmoet uh, voor die avond. Ja, en die zei gewoon letterlijk tegen mij: Mandy, het wordt tijd. Dat Paul de scepter overdraagt. Max is er klaar voor. Max is er echt zo klaar voor. Hij is zo goed, Mandy. Hij moet wel bij straight on leadership. Dat zeg ik eerlijk. Maar hij is echt zo goed. Dat is wat ze zei. En ik ben thuis gekomen en ik heb dat verteld tegen jou. Klopt, klopt. Dus, dus ik heb dat weer heel mooi binnengebracht in, in ja. ons gesprek. En dan... Dan merkte je ze van, ja, oké, okay, ja, ik ben helemaal mee, maar... En, en, en dan is er nog zo'n gedachte over het, het tijdstip, wanneer is het juiste moment. Ah, hij is nog jong en hij heeft nog niet alle kennis en dat krijg je dan natuurlijk allemaal. Ja, dat, en, en maar, maar ook inderdaad eerlijk is eerlijk om, om, om zelf ook die afstand te nemen. Ja. Dat is ook wel zo. Dat was gewoon een stuk naartoe gegroeid, maar op dat moment, uh, ja, ja. ja, het is ook loslaten. Exact, ja. want hoe voelt het, pal om het bedrijf over te gaan dragen? Uh, nou, Eerst voelde het zo van uh, ja, dan, dan, dan wel wat daarna. Dan is uh, het zoals je met pensioen gaat en, uh, <laughs> en daarna is niks meer. Nou, intussen heb ik gewoon andere beslissingen genomen. Ik heb een ander bedrijf gestart waar ik mee bezig ben. Dus ik hou me wel bezig. Dus in die zin kan ik het loslaten. Betekent dat ik je dat, af... dat je er volledig uit gaat dan? Uh, nee, nee, nee. De afspraken <laughs> zijn graag? anders. Uh, dus afspraken <laughs> zijn anders. Dus ik ga me nadat Max het als CEO begint op 1 januari, dan uh, ja. zal ik me gaan focussen op de techniek. Uh, maar ook dat zal ik dus, uh, in de tijd afbouwen. Dus ja. en daar hebben we nog niet echt over nagedacht wie dat dan gaat opvolgen of wat dan ook. Maar dat ga ik dan wel afbouwen. Maar voorlopig ja. uh, zien wij bijvoorbeeld waar ik uh, vanuit de markt. Ik zeg wel, mijn sterke is, is niet alleen de techniek, maar ik weet ook ik ken de markt goed. Ik weet uh, als ik ergens dingen zie en ergens kom, dan, dan kan ik de dingen met elkaar verbinden en dan weet ik de oplossingen. We hebben op dit moment nog weinig mensen in de organisatie die dat, die dat ook kunnen. Ja, en daar zijn we, dat zijn we een stukje aan het ontwikkelen. Ja. En op het moment dat dat goed staat, kan ik ook makkelijker. Uh, Afstand nemen. Is het de bedoeling, Max, dat uh, dat stukje ontwikkelen dat een van jouw jongere broers daar een rol in gaat spelen? Of helemaal niet? Nou, Thijs, die zit nu in een bedrijf. Yeah. En hij is echt. Hoe uh... oud is Thijs? Thijs is 27. Oké. Okay. Ja. En Thijs is echt. Uh... Thijs is super slim. Hij, is, uh... hij is, is nu bij ons systeemarchitect, dus hij is echt bezig met de toekomst met softwareontwikkeling en daar vindt hij fantastisch om te doen. En hij is meer een wetenschapper. Ja. Hij, hij, is het meeste, hij vindt het het fijnst als hij gewoon een heel complex probleem kan oplossen... en daar aan kan werken. En als hij projecten moet leiden, heeft hij zoiets van... Ah, ik kan liever dit probleem oplossen. Uh, ik vind dat fantastisch, want hij is er heel erg goed in... en hij vervult daarmee een hele belangrijke rol in de toekomst van het bedrijf. Dus of hij uiteindelijk een rol wil nemen als leidinggevende bedrijf... dat weet ik niet. Dat, dat zal uiteindelijk uit hem, uh, vanuit hemzelf moeten komen als hij dat wil. En of ja. hij dat dan kan... Uh, maar is het uh, nodig om, uh, wat, wat jouw uh, vader nu zegt, om uh, een leidinggevende daarvoor straks te hebben? Of meer al die kennis en al die, die, die inzichten in de markt en die innovatieve gedachten, dat dat vooral nodig is om in het bedrijf te brengen? Ja, die, die laatste vooral. Ja, Kijk, ja. die leidinggevende, ik denk niet dat Thijs, zoals ik Thijs nu ken, dat hij dat ambieert. Nee. Maar dat hoeft ook niet. Het kan ook per se iemand anders zijn die Precies. de leiding ja. geeft. Dat ja. heeft, uh, maar inderdaad, die kennis en in die markt met de voeten, ja gewoon die markt kennen, weten wat er leeft, wat, wat willen de klanten, wat zijn mogelijke oplossingen. Uh, we hebben allerlei, wat Thijs aan het ja. ontwikkelen zijn, zijn zijn best wel innovatieve ideeën. Ja, dat moet ook in de markt ingebracht worden, klanten moeten meegenomen worden. Ja, dat is iets wat nu, ja, daar moeten we echt mensen voor, uh, voor hebben die het opleiden. Ja. En dan komt onze jongste zoon, Joep. Ja, die komt ook nog. Ja, die komt ook nog en die... Begint van een soort in die richting. Dus wat wij ontdekt hebben, is dat onze. We hebben nieuwe markten waar uh, onze verlichting. Wij denken dat het heel eenvoudig is, maar die mensen denken er soms anders over. Die ook, dat is alleen maar ja, goed, moet je zo houden. Ja, precies. De man denkt dat hebben, het heel complex is. Ja, ja. Maar die hebben dan af en toe wat hulp nodig. Of, uh, en dan uh, Joep, die gaat beginnen als een field service engineer, zoals we het noemen. Dus ja. die gaat daar naar zijn project toe en dan zorg je dat dat. Dat het gaat lopen. Maar, wat ik wel heel goed vind, is um, uh, ze beginnen heel, 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 heel praktisch, maar wel hands-on. Gewoon, dit mm. is het project en de, hier gaan we mee aan de slag. In plaats van meteen, uh, en dat zie ik ook wel gebeuren, uh, er is maar één positie als uh, zeg maar familielid en dat is uh, als directeur. Ja, precies. Terwijl mensen kunnen gigantisch veel waarde brengen uh, in, 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 in verschillende posities in het bedrijf. Ja. ja. Het zou mij niet verbazen als ik jou zo hoor spreken dat Max uiteindelijk voor een groot deel die rol gaat vervullen. Hij heeft misschien niet de technische kennis, maar als je de inzichten hebt in waar de markt naartoe beweegt en je hebt inzicht in welke behoeftes er liggen in de markt, en dat is volgens mij waar jij juist heel goed in bent die informatie verzamelen, dan hoef je het alleen maar naar een technisch team te gooien, toch? Ja, en. <laughs> Iets complexer dan dat. Uh, Tuurlijk. Maar ik, voor mij geeft het ook alweer heel veel uh, comfort weten dat Joop in de organisatie komt die daar voor de lange termijn zit, gecommitteerd ja. is aan de groei van het bedrijf en uh, in de markt is. En hij is heel technisch. Dus hij gaat onze klanten helpen, onze service van het bedrijf gaat ze beteren. Maar de andere kant gaat hij ook heel veel informatie mee terugnemen in het bedrijf. Precies. Waar we andere afdelingen mee kunnen ja. helpen. Is Joep uh, het meeste uh, het gelijke brein als jij, Paul? Uh, van de drie, ja. 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 Oké, okay, oké. Okay. Van de drie omdat Bart bij uh, jou. Bij ja, dat ja. is ook wel. Er <laughs> zijn er vier, uh, ja. maar ja. oké. Okay, okay. hey, maar we weten nu, uh, Paul, die uh, liep aan tegen. Oké, okay, ik moet dit wel loslaten. Ja. En hé, hey, als ik dit loslaat, wat, wat, ga ik, wat, wat ga ik doen, weet je wel? Uh, dus da, daar liep je tegenaan. Dan heb je, oké, okay, Max die doet zijn werk goed, dus er zit wel vertrouwen. Dus hij kan die stap nemen. Dan wellicht, als, als zo'n datum uh, besproken wordt, dat er nog ergens een, uh, een soort idee is. Dus misschien wat vlot. Maar inmiddels is dat allemaal uitgelijnd. Iedereen zit uh, is aligned, zit op één lijn. Um, en anders heeft deze podcast daar in ieder geval gecreëerd. Exact. Oh. <laughs> uh, ja. misschien maak ik al het gras voor jouw voeten weg. Nee, maar, helemaal. Maar hoe is dat voor jou, uh, ja. uh, Max? Want uh, ja, daar hebben we nog niks over gehoord. Zeg maar om samen te werken met mijn vader. Om samen of... te werken, de leiding over te moeten gaan, gaan nemen uiteindelijk. Want. Lijkt zo zeggen. Ik denk, er zijn verschillende mogelijkheden. Eén is, uh, he heel zelden hoor je, nou goed, de vorige generatie zei, Max, ik zie dat je er klaar voor bent. Ik ben ook klaar voor de volgende stap. Hier zijn de sleutels, veel plezier. Eigenlijk, hoe in eerste instantie jouw eerste jaar was, Paul, toen jij het bedrijf ja. overnam. Ja, precies. <laughs> Een andere optie is, uh, dat, uh, en dit zie je ook vaak, de, de, de generatie daarvoor denkt, ja, ze hebben het nog niet echt bewezen. Z zij willen het ook niet loslaten. En dan krijg je jarenlang zo'n model waarbij eigenlijk de, de, de nieuwe generatie moet strijden om een plaats. De oude generatie die wil steeds invloed blijven uitoefenen. En die blijft nog een beetje onrust creëren in de organisatie. Hè? Want als Max ja. dan iets doorvoert, dan gaat Paul zeggen perfect. dat het toch anders moet. Dus dan, dan wordt het overgedragen, maar de oude generatie blijft zich toch nog bemoeien. Ja. Ik, ik denk dat dat de meeste problemen oplevert. Bij jullie lijkt dat nu vooralsnog heel soepel te verlopen. Ja, wat mijn vader eigenlijk altijd gedaan heeft toen ik begon als operations manager. Hij heeft gezegd, dat is jouw afdeling. Mm. Uh, zorg gewoon dat het goed gaat. En ik, kon de, ik had eigenlijk alle vrijheid. En hij heeft zich nooit bemoeid met iets binnen Operations. Of hij heeft iets gehoord en van... Nee, Max, je moet hier even naar kijken. Ja, precies. Maar hij heeft zich er nooit mee bemoeid. En dat werkte voor mij heel fijn. En ik wist dat ik hem altijd kon bellen. Ja. Wat ik ook regelmatig deed: om te vragen van... Nee, hoe zou jij dit doen? Uh, of ik zit hiermee, kunnen we hier even over sparren? Wat denk ik ook alweer vertrouwen geeft voor uh, mijn vader: van oké, okay, hij, hij is mee bezig en hij heeft het onder controle. En dat is dat zo hebben we de afgelopen drie jaar samengewerkt. Ook een, op de salesafdeling. En dat werkte voor mij heel fijn. Ja, ja, hetgeen wat dan in mij opkomt is... ja, maar het is ook drie jaar lang goed gegaan, Paul. <laughs> ja, <laughs> ja dat, dat is ook zo. En wat wel, wel, wel een rol speelde daar, nou, dat denk ik makkelijker is... omdat de emotionele band met Hato is gewoon... is minder dan die met, met, met Heimo, met dat familiebedrijf. Omdat dat al een familiebedrijf was. Ja, dat, dat is heel anders. Ja. Lilian had, was daar meer mee verbonden. Uh, en, en, en Hato is niet aan huis, dus is, ook met twee deuren verder, dus dat is ook wel heel toch, bij. Maar toch, toch extern. Precies. Toch was die band altijd minder. Dus ik heb Hato mm. altijd iets meer op afstand gehouden. Zelf, gehouden. zelf okay. ook. Dus dat maakt het ook makkelijker om het, om het wel los te laten. Mm. Dat meer met mijn ego te maken of met, uh, met uh, wat gaat er dan gebeuren. Nou, daar heb ik uiteindelijk ook met een goede afspraken over gemaakt. Dat is ook een belangrijk onderdeel, denk ik. Dat is zeker een belangrijk ja. onderdeel, ja, zeker. Maar, maar in dit geval kan ik het ook wel loslaten. En ik heb ook ervaren toen wij het bedrijf overnamen van de schoonouders. Uh, moet ik ook zeggen, mijn schoonvader... Uh, ook daar uh, die heeft zich, is hij wel komen helpen. Allemaal dingen doen. Maar heeft zich nooit bemoeid met wat we zouden moeten doen. Overgedragen was overgedragen. Overgedragen was overgedragen. Ja. En, en vervolgens hebben wij dingen aangepakt. Uh, we hebben binnen een jaar de capaciteit verdubbeld. Uh, een paar jaar later hebben we de productie naar China gebracht. Omdat ik... Ja, Dat kon. Omdat, kon. En ja. omdat het ook mij de handen vrij maakte. Ja. Niet, om, niet omdat het goedkoper was. We konden goedkoper in Nederland produceren dan in okay. China. Oeh. Ja. Oké. Okay. Ja, we hadden een heel goed model. Maar... En, dan toch, en dan toch heb je de handel uit ons land geplaatst. Ja, komen. Ja, ja, Man, ja, ja, maar dat was gewoon. Voor iets. Uiteindelijk is het. Dus we leren even één met Oké, inderdaad. En, en... Ja, maar, ja. Ja, maar. Nee, maar wel belangrijk. Ja. Eh, wat ik wel interessant vind is, um, mensen kijken vaak naar kinderen die de familiebedrijven overnemen. Als zijn de, ja, maar ja, ja, heel eerlijk, is ook wel makkelijk. Hè? Ik bedoel, ja, je krijgt gewoon een goed lopend bedrijf en ja. je hoeft het alleen maar voort te zetten. Mm -hmm. Nu. Eén, uh, dat hoeft het alleen maar voor te zetten dat is natuurlijk in de basis al niet waar um, maar wij hebben met ongelooflijk veel familiebedrijven gewerkt in de afgelopen tien, vijftien jaar um, van beide kanten dus zowel degenen die het overdragen als degenen die het overnemen en het is wel leuk we hebben ooit een keer in een van de lidmaatschappen een, een soort van discussieachtig debat daarover gehad, waarbij de kinderen die het familiebedrijf overnamen zeiden nou, maar je wil, je wil wel beseffen dat je het overneemt met een bepaalde ballast. Je, 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 je hebt een grotere behoefte om het te laten slagen, om het te laten groeien. Je neemt namelijk die geschiedenis mee. Ervaar jij dat? Uh, ik ervaar dat niet, die ballast niet per nee. se zo, maar ik ervaar wel, ik heb een mega verantwoordelijkheid ja. over het team en over alles wat we hier doen. En die voel ik wel. En ja. dat, maar ik heb ook een, een hele grote drive om het bedrijf te laten groeien. Dus dat zorgt er wel voor dat je er constant mee bezig bent. Ja, ik, ja want dit, dit is de goede kant van het verhaal, uh, laat ik zo zeggen. Want, want Max heeft echt een, uh, een, een drive om absoluut te winnen. En als iets groter begint te wegen, ze van: Oh man, en nu, nu heb ik de verantwoordelijkheid. En, en het slaat door naar: Wij kunnen hier niet verliezen. Daar zit heel weinig power in. Ja, precies. En dat is waarop dingen vaak misgaan. Dus en... het is een hele gezonde drive. Ja, exact. En als je niet uitkijkt, maar goed, Max is natuurlijk ook een hele gezonde kerel. Maar als je niet uitkijkt, heb je je zegt: ja, Ik heb de verantwoordelijkheid over het hele team. Maar er zitten daar ook nog eens je twee jongere broers bij. Mm. Hè? En die worden dadelijk ook ietsje ouder. En die gaan misschien ook een keer trouwen. En die krijgen dan ook kinderen. En dan, dan kan ik me voorstellen dat mensen, ik bedoel, ik heb het ook niet. Maar dat je zo'n hele conversatie kunt bouwen. Totdat je gewoon gefocust blijft op het doel. En dat is volgens ja. mij waar jij heel goed in bent. Ja. En dat is soms ook lastig, want uh, er gebeuren ook dingen, uh, setbacks. Dat je denkt van, ah oh, shit, hier heb ik helemaal geen zin om hiermee te dealen. Mm. Uh, en dat je samen thuis en denkt van, ah, oh, dit, ik, ik, uh, dit was echt een, echt een slechte dag en hoe ga ik dit dan nou weer fixen? Uh, maar ja, dat uh, Goed, dus, dus die, die, die stuk horen er ook bij. Ja. Ja. Part of the game. Uh, om, om uit te kleden wat Paul net zegt, want voor iedereen die zijn bedrijf over te dragen heeft, veel mensen zeggen, ja, het bedrijf is echt mijn kindje. Ja. Oké, okay, prima. Maar daar zit niet heel veel ruimte in. Dus Paul heeft iets meer afstand, is iets meer detached. En hoe meer gehecht we zijn aan dingen, hoe meer we de neiging hebben om onze zin door te drijven, zaken zo te manipuleren, zodat het gaat zoals wij het willen, of zoals wij denken dat het hoort. Dus da daar start het al. Er is een, een, een gezonde afstand waardoor je dingen ook losser kunt laten. Anders is dat deel ja. al niet bestaand. Dus da dat is wel een, uh, een, een kracht daarin. Ja, ik heb twee uh, belangrijke vragen. Zijn jullie er klaar voor? <laughs> uh, wie zal ik beginnen? Max of Paul, jij ja, mag ik het zeggen? Max. Oké, okay, Max. Terwijl... Beslissend, ik was ermee. al. Ja, ja, ja. dat is goed. Maar Paul, ik, want ik dacht wel meteen, maar wat als ik nou, maar Paul voor zijn idee hier een beetje wel tekort doe? Ja, nee, maar dat dacht jij helemaal niet. Ja, ja. exact. Ja. Uh, Max, jij, uh, jij bent de nieuwe leider van de organisatie. Je gaat de bol overnemen. Je, je hebt veel drive, veel ambitie. Wat zijn, of wat is misschien één belangrijke correctie die jij wil maken ten opzichte van nu en hoe jij het in wil richten? Iets waarvan jij denkt, pap, leuk, maar dat kan beter. Ja, ik, ik denk dat dat voornamelijk het stukje is wat ik afgelopen jaar bij het sales team gedaan heb. Ja. Mensen meenemen in wat we doen, in onze visie, uh, wat we dit jaar willen gaan doen en wat zij daar aan kunnen gaan bijdragen. En dat wil ik ook met de andere afdelingen binnen ons bedrijf doen. Uh, daar zijn we nu ook mee bezig, met een strategie uitwerken voor volgend jaar. Uh, en daar zijn we dus nu ook al in gesprek met de afdelingen van hoe ziet dat uit voor jullie afdeling. En hmm. uh, wetende dat we dit willen gaan doen volgend jaar, hoe kan jullie afdeling daaraan bij gaan dragen? Om ze mee te gaan nemen in dat verhaal. En op die manier ook uh, meer commitment van de teams te krijgen. Dus er begint nu al een alignment te komen onder die teams. En er wordt toegewerkt naar een toekomst. En mensen worden meegenomen in die toekomst. Wel een hele belangrijke. En. Ook nog een goeie is. Max komt niet binnen met jongens. Uh, nou, jullie gaan uh, komend jaar 20 miljoen omzet ja, doen. Dit is hoe we het gaan doen. Nee, nee. nee. Het is. Uh, hey, dit, 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 dit is het plan. Hoe denken jullie erop? Hij neemt ze daarin mee. Dus ze hoeven het plan niet te kopen, want ze zijn medeverantwoordelijk. Mm -hmm. Dat is een grote, grote kracht. Dan nog één ding als het gaat om uh, uh, Max die die mensen met elkaar verbindt. Toen ik Paul net leerde kennen. Um, Denk ik dat die het werken met teams gewoon. Dat verscheen, denk ik, ergens als een last of als moeilijk of als. Uh... Ja, ik vond het wel. Ja, hoe moet dat? Dat was eigenlijk ja. de vraag. Hè? En, en ja. dat zou zeggen. Um, ik zie dat vaker bij technische mensen, engineers. die heel dinggedreven zijn, boekhouders. Uh, boekhouders ook. IT-specialisten. Uh, mensen veel achter die achter een scherm zitten. Ja. laat zeggen, goed met dingen, misschien wat minder goed met mensen. Um, daar heb jij een hele grote kracht, daar heb je enorme stappen gezet, uh, denk ik, in die afgelopen, afgelopen jaren. Dus, um, dat geeft, en niet dat ik er vertrouwen in moet hebben, want jullie moeten er vertrouwen in hebben natuurlijk. <laughs> maar, er um, zijn hele goede, laat ik het zo zeggen, hele goede indicators. Oké. Okay. Exact. Is an, an, we're going out with a big bang. Daar staat een, een, een solide organisatie. Daar kan enorm op doorgebouwd worden. Is er vanuit jou nog een bepaalde ambitie uh, dat, dat je zegt, nou, dit wil ik eigenlijk minimaal doen, dan is het geslaagd. Voor komend jaar of in de, verder in de toekomst? Uh, uh, misschien komend jaar, maar vooral eigenlijk verder in de toekomst. Uh, is er een bepaalde ja, blik op de toekomst waarvan je zegt, daar zou ik als graag ik naartoe dat werken. Als ik dat afgecheckt krijg, ja. dan heb ik er wel echt, dan is het geslaagd. Dat kan het door naar de volgende generatie bewijzen van. <laughs> de Big Bang. N niet heel specifiek, maar als wij het gaan doorgeven naar onze volgende generatie, dan uh, zou ik het wel mooi vinden als het bedrijf meer dan 100 miljoen doet. Ja, dat is toch voor veel mensen zo'n magische grens, ja. 100 miljoen. Ja. Die is opgeslagen. Abbas. Ja, bij deze. Bij deze. Dan uh, mijn vraag aan jou, Paul. Is, we hebben natuurlijk een, 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 denk ik een mooi beeld gekregen van wat Max zijn talenten en kwaliteiten zijn. Ik begrijp ook heel goed als je zo'n zoon hebt, uh, waarschijnlijk ook je andere drie zoons, maar dan, ja, dan, 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 dan kun je ook met vertrouwen je bedrijf overdragen. Maar wat is iets waar je stiekem toch een beetje bang voor bent? Of wat is iets waarvan je toch stiekem denkt: oh, daar moet hij echt op letten? Uh, ja, maar Max, omdat Max natuurlijk heel erg vol mensen is, uh -huh. kan hij daar ook op een gegeven moment ook wel heel redelijk worden. Iedere upside heeft ook zijn downside. als ja. dus we niet uitkijken. Ja, ja. ja precies. Dat is het. En dan, uh, ja, dan, dan kan hij af en toe waar mensen denken: denken van ja, je moest toch wel even wat, wat beter geconfronteerd worden, of wat strenger aangepakt, of een heldere afspraak maken van ja, dit moet wel gaan gebeuren. Zeker bij mensen die hun resultaten niet halen. Ja, daar heeft Max op dit moment nog heel veel ruimte voor. En dan zal hij wat lang wachten voordat hij daar in actie hmm. komt. Dus jij denkt, ah, stiekem, stiekem ben ik wel een beetje bang als hij niet uitkijkt. gaan mensen een loopje met hem nemen. Daar ga ik hem wel mee helpen en scherper bouwen. Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. De belangrijkste les in jouw hele ondernemerscarrière. De belangrijkste boodschap die je aan Max. En daarmee aan alle. Mensen die luisteren en die het familiebedrijf overnemen of overgenomen hebben, wat is het belangrijkste wat je ze mee zou willen geven, de jonge generatie? Um, ja, integriteit, dat is eigenlijk alles. Je afspraken nakomen de, en, en de klant helpen. Dus altijd komen vanuit helpen. Dat is eigenlijk waar wij groot mee zijn geworden. Huh. En altijd de, de klant kan helpen. Ja, de rest, dan hoef je geen groei te plannen, die komt vanzelf. Dat is volgens mij wel ingedrild bij jou of niet? Dat is wel een gedreven bij ons. Ja, ja. ja, bij jullie allemaal waarschijnlijk. En een wegmentaliteit. Ja, exact. Dus uh, ja. als je bereid bent hard te werken en je bent gefocust op het goed doen voor de klant, dan is het eigenlijk nogal lastig om niet succesvol te La, worden. Laat ik daar ja. even een, een, een kleur overheen gooien, wat, uh, wat Paul zegt. Want uh, als jij als luisteraar hier zit, dan denk je, uh, oké, okay, integriteit, je afspraken nakomen. Uh, okay. Ja, logisch, denk je dan. Ja, nou, nummer één. De meeste bedrijven die ik ken, uh, die komen heel veel afspraken gewoon niet na. Dat is echt heel simpel. Er zijn vaak niet eens echte afspraken. Dus dan is in de kern alles goed. Dan heb je vooral heel veel verwachtingen. Uh, maar ze zeggen, de beste voorspeller van de toekomst is het maken van verklaringen en in tegenleven naar je verklaring. Uh, en, en dat gaat zover als, jullie hebben een plan. Jongens, hebben we commitment. En als mensen vervolgens heel integer het plan uitvoeren. dan heb je een aardige garantie. als er geen rare dingen gebeuren. en je scherp blijft en tijdig bijstuurt. dat je ongeveer uitkomt op je doel. heb je bewezen, jullie komen voor. Uh, of jullie lopen voor op jullie doelstelling uh, van dit jaar. Ja. Dus ze um, dus sluiten af met meer dan 14 miljoen dit jaar. Ja, ja nou dan, dan het volgende. Als er binnen teams weinig vertrouwen is. ik kun je garanderen dat je terug kunt leider naar. Mensen die afspraken maken met elkaar, maar niet altijd nakomen, ja. of regelmatig niet nakomen. Um, dus integriteit zijpert door je hele leven en door je hele organisatie. Dus voordat iemand hier luistert en denkt: Nou, mooi, bedankt voor de tip. Hm. Uh, hier stuur je je hele organisatie op. En, en het begint. Ik denk dat je als leider mensen wil bouwen die krachtig genoeg zijn om integer te zijn. Ja, en daarmee begint het bij de integriteit van de leider zelf. Ja, zonder dat dat er is, ben je verloren. Exact. En ik denk dat dat uh, het mooie is van wat Paul hier meegeeft. Als je iemand bent die of een bedrijf runt of een bedrijf overneemt, um, zorg in ieder geval dat jij integer bent, dat jij verklaringen doet, jij afspraken maakt en jij die afspraken nakomt. Dat is de enige manier waarop je het in je team krijgt. Ja. Toch? Absoluut. En dat is en, volgens mij waar Max zeer goed in is. En jij, Paul, zeer goed in bent geweest al die jaren. Want anders had je het bedrijf nooit kunnen brengen naar waar het vandaag de dag staat. Dan hebben wij net gehoord. Max gaat het bedrijf naar 100 miljoen brengen. <laughs> maar Paul, uh, wat ga jij dan doen? Uh, laten we dan wel afsluiten ja. met. Wat gaat er gebeuren vanaf hier? Nou ja, goed. Wat ik al zei, ik heb wat afspraken gemaakt met Lilian uh, eromtrend. Dus, uh, oh, mogen uh, we die weten? Nou ja, ik, ik zou in elk geval uh, meer tijd met haar doorbrengen. Ja. En dat hoeft niet per se dat ik dan. Uh, dan kan ik best thuis en meer thuis zijn. Dus eigenlijk is de afspraak dat ik de halve uh, gemiddeld. De helft van de dag thuis ben. Ja. En dan kan ik even goed aan het werk zijn, maar wel ja. Gaat ze fijn vinden, om als je heel de dag ja. om de heen hangt en niks te doen hebt, wat ze ook gek van. Ik denk, ja, <laughs> dat denk ik ook. Dan uh, wens ze me snel de deur uit. Ik <laughs> ja. schat, moet je niet een bedrijf opstarten ja. of zo? <laughs> ja, ja. En die andere helft, inderdaad, heb ik, ik had een deelnemer genomen in een bedrijf dat op zich uh, op dit moment niet zo perfect draait. En uh, ik heb besloten om dat uh, eigenlijk helemaal over te nemen en, uh, ah. en uh, zelf uh, te gaan doorzetten. Dus eigenlijk weer gewoon een nieuwe, nieuw bedrijf starten. Dat maar, maar wel het zo, in ja. de halve ja, van de, de tijd. is zo goed hoor. Dan is het uh, de helft van de dag uh, ben je op locatie aan het werk. En de andere helft van de dag ben je thuis aan het werk. Ja. En als Lilian dit meeluistert, dan is het uh, nou, mouw omhoog. En wie weet waar zij allemaal weer weet je, mee naartoe gesleurd wordt. Naar projecten en vakanties. Dat dus, ze uh, ook in actie moet ja. komen. Nou, de afspraak is wel iets, iets ruimer. Dus we gaan die halve hey, dag ja. ook wel, uh, wel, uh, wel uh, wat... hebben. Uh, we zouden geen wekker zetten bijvoorbeeld, hè? dat is zo'n zo wens. Ja, heel goed, heel goed. Ons ervaring. Nee, het maakt veel verschil maakt bij Paul en Lilian, maar nee, dan... nee, in, de, in de praktijk niet mee. Maar, ja. maar het idee, hè? Ja, het, idee. Ja, het idee, precies. Alright. Um, Max, is er nog één laatste ding wat jij over wilt dragen aan niet de jonge generatie die het overneemt, maar aan de oude generatie die een bedrijf over te dragen heeft? Wat zou enorm helpen voor die jonge generatie? Ik denk vooral een stukje communicatie. Als, als de jonge generatie iets beter kan doen, zeg het gewoon. Hè? Geef de feedback mee. Ik, ik realiseer me ook op het moment dat ik in het bedrijf kwam, dat mijn vader veel meer kennis en ervaring heeft. Hij heeft het hele bedrijf opgebouwd. En uh, ik denk dat een stukje vrijheid daarin belangrijk is: dat de jonge generatie uh, zijn eigen ding kan ontwikkelen. Maar dat, er moet wel gewoon feedback komen. Dus in de basisvrijheid, je... dat je je eigen ding kan ontwikkelen, dat je je eigen fouten kan maken, je eigen lessen kan leren, maar wel feedback op de dingen die je doet in je werkbaar. Zijn. Ja, zodat je uiteindelijk ook zelf bij kunt sturen. Ja, ja, en als jullie pap die feedback gaf, was dat dan um, heel direct? Of uh, was dat gewoon um, dat je denkt: ja, maar dit is prettig, hier kan ik wat mee. <laughs> Beiden. Het was nooit echt heel direct. Nee. Het, uh... Nee. Zoals we zeggen, want de, 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 de reden waarom ik het aanhaal, is als het gaat om feedback geven, kunnen mensen soms heel raar worden. Hè? Als ze elkaar feedback gaan geven en zo heel direct en ongepast worden. Geef het gewoon terug als je ziet dat iets niet helemaal werkbaar is. Of dat iets misschien net wat beter kan. Dat is eigenlijk hetgene wat je zegt. Ja, Blijf en misschien ook vanuit onze situatie, ik heb er zelf ook al veel naar gevraagd. Of ik heb gewoon gevraagd: van nou, hoe zou je dit doen? Of wat kan er beter? Ja. Dus dan gebeurt dat vanzelf. Ja, um, dat is wel een als... goede wat jij daar zegt. Dat is ook een tip voor de jonge generatie. Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat dat voor jou heel prettig was, Paul. Absoluut. En Max ja. is heel, wat dat betreft, heel feedback tolerant. Dus uh, hij vraagt erom en hij doet er dan ook iets mee. Ja. En dat is natuurlijk wel prettig. En, dat, uh, en als je ongevraagd feedback geeft, dan... Ja, dat werkt ook niet. Mm. Dus de reden waarom deze overdracht tot nu toe zo extreem soepel verloopt, is in de kern omdat jullie goed in communicatie zijn met elkaar. Dat is de belangrijkste les. Ja. Ik zie Max dat ja, ja. het kan best beter. Ik, ja, ja. ik, nou, ik denk ik, ik, vooral tegen elkaar kunnen zeggen als je denkt van oké okay, we kunnen dit beter doen dat dus je dat wel gewoon ja, uitspreekt precies. Ik krijg ja. ook voldoende feedback van Max overigens. Ik geloof, dan ja. meteen. Ik geloof ja. dat meteen. Maar ja, dat krijg je als je je zoon in de leadership ja. mee laat doen. Ja. Ja. <laughs> en zolang je daarover kunt blijven communiceren precies. zonder dat dat uh, je persoonlijke relatie op het spel zet, dan denk ja. ik dat het is. Jullie leuk. hebben gewoon een heel gezellig kerstdiner als de avond van tevoren een feedbackgesprek is geweest. Absoluut. Ja, ja. Voor mij wel ja, ja, dat klopt. Ja. kijk, heel goed. Voordat we afsluiten. Ja. Uh, Maddie en ik hebben een absoluut commitment deze podcast nog jaren te laten draaien. Dus ik denk dat we hier heel makkelijk een afspraak kunnen maken. We zien Max uh, in deze podcast. Als hij zijn, uh, zijn 100 miljoen bereikt heeft. En dan kan hij ons gaan delen. Hoe is nou die weg geweest de afgelopen jaren van waar ze nu stonden na naar de 100 miljoen? Ja. Dat vind ik een goede jij... afspraak. Als, uh, ja. als mijn nieuwe generatie bedrijf over gaat nemen. Ik heb nog geen kinderen. Dus, uh... Ik weet niet hoe oud dus... wij dan zijn <laughs> in, deze, in deze podcast. Maar. Nou, ik weet, Paul heeft me wel gevraagd: Johan, zou je lang genoeg willen blijven leven? Zodat je ook gewoon de kinderen van Max kunt coachen later en ze kunt vertellen over, over ons avontuur. Over opa, Ja. En, en dan heb ik ook gezegd: Paul, luister, ik blijf dit minimaal nog 50 jaar doen. Dus. Uh, nou, we gaan nog van alles horen over de familieobers. Kan ja, makkelijk, joh. Ja, ja, Kan inderdaad makkelijk. Zo'n ja, telefoon opnemen is niet zo moeilijk, hè? Ja, ja, precies, daarom. All right. Heren, dank jullie wel voor het delen van jullie verhaal. Voor deze bijdrage aan, ik weet zeker, de beide kanten van familiebedrijven. Zowel de oudere generatie als de jongere generatie. En um, ja, wij kijken er naar uit om op de voet te volgen. Hoe jouw reis gaat lopen, Max. En hoe jij, Paul, daar uiteraard jouw bijdrage in gaat blijven leveren. Dank je wel. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ja. graag gedaan. En ook jullie, dank je wel. De overige afleveringen beluisteren, of deze nog eens terugluisteren, ga naar het YouTube- of Spotify-kanaal van Straight Line Leadership.